Commissieleden, allemaal hartelijk welkom. Mensen op de tribune welkom, mensen thuis ook welkom. En een speciaal welkom voor twee leerlingen van Reggestein, die in het kader van het vak maatschappijleer vanavond ons gaan observeren. En één onderwerp gaan uitwerken. Succes! Dan staat er nog inventarisatie van insprekers. Er hebben zich tot op heden geen insprekers gemeld. Zijn er nog insprekers die zich willen melden? Nee. Dan de agenda. Kan die zo vastgesteld worden zoals die voor ligt? Dat kan. Zijn er nog punten voor de rondvraag? De heer Leubeek. Onderwerp graag. Onderwerp is Koe voor de weg. De heer De Jonge. Dat gaat over de bouwen op Ommen Oost. Mevrouw Lagas. Retail deal. Retail deal. Harderberg. Niet te verwarren met retail deal, wordt hier gezegd. Goed. Drie stuks? Ja, drie stuks. Dan de vaststelling van de afsprakenlijst van 5 november. Daar zijn geen opmerkingen over gekomen. Verder ook geen opmerkingen. Dan is die bij deze vastgesteld. En dan gaan we over tot de agenda punt 5. Begrenzing om een schans in het kader van werelderfgoed nominatie koloniën van weldadigheid. Wie wenst daarover het woord te voeren? Alle fracties. Dan begin ik bij de heer Wint. Voorzitter, dank u wel. Allereerst willen we als ChristenUnie wel een beetje onze verbazing uitspreken over het feit dat er zo'n eenstemmigheid geweest is in de klankbordgroep. Dat er uiteindelijk zo'n stuk lag wat gewoon eenstemmigheid uitstraalde. Daar zijn we op zich zijn we daar blij mee. En ook blij dat dat niet lijkt te botsen met de plannen. We zijn nog wel een beetje benieuwd naar of er bekend is wat nou de motivatie geweest is van twee partijen die dus wel het stuk er wel mee instemmen, maar het niet hebben ondertekend. We zijn wel benieuwd of daar nog wat over te zeggen valt. En als wij het nu goed hebben begrepen, dan gaat de aanvraag dus over het stuk wat op de kaart rood omlijnd is. En dat zouden we graag willen weten of dat klopt. Voorzitter, tot zover. Dank u wel. De LPO. Dank u wel, voorzitter. Nou, zo heel veel vragen hadden we ook niet en een aantal worden alweer weggeklepeld. In ieder geval, in de eerdere instantie hebben wij inderdaad nogal nadrukkelijk, hoop ik, onze zorg uitgesproken, met name voor de agrarische bedrijven in de omgeving. Gezien de overeenkomst die er nu ligt, ga ik ervan uit dat de meeste onrust op dat terrein is weggenomen. Met name door het inkaderen van het gebied. En ook door de buffer die dan niet meer benodigd is. En ook gezien de handtekeningen ga ik ervan uit dat de partijen daar nu naar volle tevredenheid aan mee kunnen werken. Dus wat dat betreft zeker onze waardering. De zorg is niet helemaal weg, maar de toekomst zal uitwijzen dat onze zorg dan nu overbodig is. De inkadering is wat ons betreft een prima oplossing voor de partijen die tegenover elkaar stonden. En tot slot hadden we inderdaad alleen de laatste vraag van waarom ontbreekt er een handtekening. Maar voor de rest hebben wij geen vragen. De heer De Ruiter van de VVD. Vraag is inderdaad al op twee manieren gesteld. En ook wij vroegen ons af waarom er inderdaad niet twee handtekeningen ontbreken van de Staatsbosbeheer en de stichting. Of daar eventuele risico's aan verbonden zijn door het niet ondertekenen. Wel mee eens zijn, maar niet ondertekenen roept wat vragen op. De vraag is inderdaad, zijn daar risico's aan? Dat wat betreft de VVD-fractie. Dank u wel.
De heer Nijhuis. Voorzitter, dank u wel. Nou, we zijn in ieder geval blij met de ontwikkeling daar richting UNESCO Werelderfgoed voor de Ommerschans. Dat is een hele mooi begin. Ik vraag me nog even af, de financiële risico's. Het blijkt uit het stuk niet dat die er zijn, maar als ik dan de bijlage lees over de extra vervraaiing, waar als een ondernemer daar geen belang bij heeft, dat voor rekening van de gemeente komt. Hoe zit dat precies en hoe groot zullen die risico's zijn? De heer Jonge. Ja, voorzitter, wij waren ook zeer verheugd naar de zorgen die wij ons in het voortraject hebben uitgesproken over dat er nou consensus lijkt te zijn bij alle partijen, met name vanuit het loggebied. Voorzitter, wij willen wel aan het college vragen van mocht er in de toekomst vanuit UNESCO of van wie dan ook een aanpassing komen vanuit de rode kade, zeg maar, dat de gemeenteraad en de omwonenden daar tijdig bij betrokken worden. Ja, voorzitter, en we hebben een stuk gelezen, we hebben ook eens even gekeken naar de geschiedenis. En wij zouden graag willen, en de vraag aan het college of daar de mogelijkheid toe is, in het kader van cultuur, of er iets zou komen, een soort monument of kunstwerk ter herdenking, want er zijn 5000 mensen, het wordt wel gepresenteerd, of de heer Van der Bos, of dat allemaal goed werk deed wat hij daar uitvoerde. Maar er zijn 5000 mensen zijn daar door de werkzaamheden, of wat voor oorzaken gevallen. En wij zouden graag willen zien dat daar vanuit de pot cultuur een kunstwerk kwam die herdenkt aan de erbarmelijke omstandigheden waarom mensen daar gezeten hebben. De heer Dunnewind. Dankjewel, voorzitter. 24 november 2014 is er een bijeenkomst geweest in Balkbrug. Nou, daar zijn we bij geweest en wat toen opviel dat er ontzettend veel weerstand was tegen de plannen. Wat het CDA betreft een compliment naar alle partijen die de moed hebben gehad om toch gezamenlijk naar het plan te kijken en met een plan te komen waarbij recht wordt gedaan aan alle gerechtvaardigde belangen van iedereen. Toch heeft CDA nog een drietal vragen. De eerste vraag gaat eigenlijk over de twee handtekeningen die missen. De tweede vraag die is eigenlijk door D66 min of meer ook al aangehaald van wat zijn de kosten, de risico's die we hebben als we uitgaan van extra vervraaiing van de bedrijven. Kan dat verplicht worden, ja of nee? En wat zijn dan inderdaad de risico's? En de laatste vraag die we hebben gaat over de zienswijze van buitenaf. Er staat iets opgenomen, daar staat zienswijze van buitenaf in verband met werelderfgoed worden ongegrond verklaard en mogen geen vertraging oplopen in de procedure. Kan dit zo gesteld worden, is de vraag. Is dit hard te maken? Want iedereen heeft het recht om eventueel een zienswijze in te dienen. Wat wordt er dan met deze passage bedoeld? Dank u wel. Het woord is aan de wethouder. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik kan me voorstellen dat de Raad niet alleen heel tevreden is, maar ook enigszins verwonderd was door de enorme eenstemmigheid van de partijen. Die ere toekomt. Ik denk dat het een geweldig initiatief is geweest van de stichting, die de partijen bij elkaar geroepen heeft. Toen ook wel bleek dat er grote zorgen waren, met name ook bij de agrariërs, van goh, wat betekent dit nou voor de toekomst van ons bedrijf. En die en ook een heel realistisch voorstel hebben gedaan. Dat realistische voorstel is, en daar was een vraag over van de heer Wind, de huidige begrenzing, de rode lijn van het beschermd dorpsgebied. En dat is inderdaad het gebied waar het nu over gaat. We hebben dat ook nadrukkelijk ingebracht in de stuurgroep. En eerste geluiden daarover zijn positief. Maar uiteraard, en dat was een vraag van de heer De Jonge, mocht nou blijken dat UNESCO daar niet mee akkoord gaat, komen we uiteraard terug bij de partijen, bij de betrokkenen en ook bij de Raad. Maar nogmaals, dat is niet eerst de verwachting. Het is zeer gedragen voorstel. En dan doet het misschien een beetje vreemd aan dat niet alle partijen hebben getekend. Nou, dat heeft twee hele praktische argumenten. De stichting heeft ze ook statutair beperkt tot de kern. En het gebied van het rode gebied is ietsje breder. Dat was voor haar, hoewel ze dus geweldig hierin geacteerd heeft, de reden om niet te tekenen. Maar dat wil dus absoluut niet zeggen dat ze daar niet achter staat. En een min of meer formeel standpunt geldt ook voor Staatsbosbeheer, die als landelijke partij dit type van contracten nooit tekent of convenanten nooit tekent. Dat is gewoon een gebruik. Is dat nou een risico voor het geheel? Integendeel, juist onlangs was er een geweldig door Staatsbosbeheer georganiseerd evenement. Heeft het ongetwijfeld ook in de krant gevolgd. Ik zag ook een aantal raadsleden daarbij aanwezig. Staatsbosbeheer die vol trots, maar ook vol inzet dit gebied ook verder wil ontwikkelen.
Zijn er dan nog risico's? Allereerst de risico in termen van kosten, de kosten bijvoorbeeld van verfraaiing. Antwoord is nee, tenzij je er zelf bewust voor kiest. Want de verfraaiing is niet eentje die kan worden opgelegd. We hebben alleen willen openhouden. Dat op het moment dat bijvoorbeeld van buiten revenue kunnen worden aangeboord. Dat we interessante subsidies kunnen verwerven, juist voor verfraaiingen. Dat dat natuurlijk in eerste instantie daar naartoe gaat. Dus de verplichting, die zien wij niet als een mogelijkheid. Want als gezegd, dit is gewoon het verhaal van het beschermd dorpsgezicht. Er komen geen nieuwe verplichtingen uit. En daar zal dus het risico niet voor zijn. Was er nog de vraag van, kunnen we eens nadenken over de monumenten, een kunstwerk? Ik denk dat dat een heel aardig idee is. Ik denk dat het natuurlijk wel goed is om eerst even ook te kijken van hoe past het in het UNESCO-verhaal. Maar ik denk dat het erg passend is. En wie weet dat ik ook gelijktijdig met UNESCO nominatie, stel dat we dat in 2018 kunnen realiseren. Dat zou ook een heel mooi moment zijn om dat dan zo te omlijsten. Dan tenslotte nog de vraag van het CDA over de zienswijze van buitenaf. U moet dat zien als een soort beschreven risico. Is dat nou een risico of niet? En de juristen zeggen daarvan, zienswijze van buitenaf, gegeven dit dossier, die zullen zeer waarschijnlijk niet ontvankelijk worden verklaard. Dat is eigenlijk het enige verhaal. U moet het niet zwaarder zien dan die zo is beschreven. Tot zover, voorzitter. Wie wenst het woord in tweede termijn? Niemand. Kan ik concluderen dat het samenstuk naar de raad kan? Ja. Dat kan. Nou, als u de discipline die u hierbij betoonde bij dit onderwerp ook bij de andere onderwerpen weet te betrachten, dan halen we 9 uur. Dan gaan we nu over op de huisvesting basisonderwijs integrale aanpak 2016. Wie mag ik daarover het woord geven? Dan begin ik bij de heer Lubbeck. Dank u wel, voorzitter. Allereerst is het goed om te zien dat dit raadsvoorstel een goede stap is om de huisvestingsproblemen met betrekking tot het basisonderwijs in Ommen aan te pakken. Wel heeft het CDA nog enkele vragen over dit raadsvoorstel en de notitie graag. Allereerst over het raadsvoorstel, bij de argumenten, daar viel mij iets op. Er staat namelijk, vanaf augustus 2015 hebben we een vijftal stuurgroepvergaderingen plaatsgevonden. Met het schoolbestuur van de VGPO de Oosthoek, waaronder de Guido Brefhout. Het PCO Ommen, waaronder Coller Rietveld. En de Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio, waaronder de Dennekamp valt. Alle schoolbesturen onderschrijven de inhoud van de notitie Perspectief voor Kinderen. Nu mijn vraag. Wanneer hebt u voor het laatst overleg gehad met de betrokken schoolbesturen? En wat is er toen besproken of besloten met betrekking tot de locatie van het te bouwen Kindplein West? Dan mijn tweede vraag gaat over de notitie Perspectief voor Kinderen. En dan wel 5.5 locatie Kindplein West op bladzijde 18. Kunt u het vinden. Daar staat in november 2013 is, en dan citeer ik even wat er precies staat, na een periode van gedegen onderzoek en uitgebreid overleg met elkaar en met de achterban, het zogenaamde HEM-onderzoeksrapport verschenen, getiteld Scenario's onderhuisvesting primair onderwijs kern Ommen. Ook in dit onderzoeksrapport staat een locatiestudie gebaseerd op twee criteria, namelijk nabije voorzieningen en verkeer. De locatiestudie Kindplein West van oktober 2015, uitgevoerd door de gemeente Ommen, hanteert echter meerdere en andere criteria, zoals onderwijskundige, ruimtelijke, verkeerskundige en financiële, met verschillende wegingsfactoren. Op grond van deze verschillende criteria komen beide stukken dan ook tot verschillende voorkeurslocaties. Het HEM-rapport zegt 1. Chevaloorstraat, 2. Guido de Bray, 3. Coloriet Dennekamp.
En in de notitie stond nu 1. Colorie Dennekamp, 2. Giro de Bray, Chivalrostraat. Vraag 2. Waarom hanteert men in de notitie perspectief voor kinderen ineens andere criteria dan in het onderzoeksrapport hem? Derde vraag. Daar staat in de bijlage 4. En daar staat iets over locatiestudie Kindplein West van oktober 2015. Bij de regelgeving. Punt E is dat. Daar staat in deze bijlage worden nadere criteria verduidelijkt. En bij ad 1 regelgeving staat dat er nog nader onderzoek gedaan moet worden naar milieuregels. Dan word ik altijd een beetje schichtig. Men maakt daarbij een voorbehoud dat er een kleine kans bestaat dat uit nader onderzoek alsnog een flinke belemmering naar voren kan komen. Daarop mijn vraag. Heeft dit betrekking op een mogelijke vervuiling van de mogelijke locatie Chivalrostraat? En mijn vierde vraag. Dat heeft met name te maken over de laatste twee stukken die ingekomen zijn over de MR van de Dennekamp en over het, de gezamenlijke brief van de drie schoolbesturen van gisteren, 18 november. Ik neem ze maar even tegelijk. Er staat namelijk op donderdag 2 juli, kan ik me nog goed herinneren, stond de heer De Wit, toen nog algemeen directeur van het openbaar onderwijs in Zwolle en regio, die hield hier toen een vurig pleidooi voor Kindplein West. Gebaseerd op dat hem onderzoeksrapport. En met focuslocatie Chivalrostraat. In de brief van 30 juni daaropvolgend van de gezamenlijke schoolbesturen die in dat kindplan participeren, staat dat er uitgebreid gecommuniceerd is met directeuren, leerkrachten, MR-raden en ouders. Dan krijgen we afgelopen vrijdag, de 13e, de brief van de MR. En we krijgen gisteren nog de brief eroverheen van de drie schoolbesturen. En bij de MR staat in, dat vond ik zo mooi geformuleerd, het voortschrijdende inzicht van een voorkeurslocatie in één keer op Colorie Dennekamp. Mijn vraag is derhalve, voorzitter, wat en wie is nu onze gesprekspartner in zaken Kindplein West? Dank u. De fractie van de VOV. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, u appelleerde aan ons vermogen tot het hanteren van discipline. Dat ga ik proberen door alleen maar onze vragen te formuleren. En we hopen daar ook heel graag de antwoorden op te krijgen. Vraag 1, in willekeurige volgorde overigens. Kindplein Oost maakt vooralsnog geen expliciet onderdeel uit. Anders dan dat er mogelijk over 10, misschien dat het 15 jaar wordt, over nagedacht wordt om dat gestalte te krijgen. Ondertussen zou het onderdeel Fluitenkruid van de Kardoen moeten worden aangepakt. De termijn waarop dat gebeurt, de kosten die daarmee gemoeid gaan, die staan enigszins open, zou je kunnen zeggen. En we verbazen ons daarover, want als je de technische staat bekijkt, dan is daar dringend renovatie nodig. Dus waarom kunnen we niet een besluit nemen om, zoals dat ook bij Ommerkanaal en de Bernardenschool gebeurd is, Fluitenkruid voorrang te geven, omdat we de investering die we doen om te renoveren zo lang mogelijk rendement laten behalen, voorzitter. Dan de volgende vraag. Waarom maakt een gymzaal, een sportlokaal, geen onderdeel uit van Kindplein West? Ten derde, de kinderopvang en alles wat daarmee annex is en andere voorzieningen, die zitten zo hier en daar een beetje halfslachtig in het plan. Af en toe wordt er geformuleerd indien mogelijk, in principe, hè, zo mogelijk zouden we, terwijl ergens in de bijlage verderop gesuggereerd wordt dat de contracten bijna rond zijn. We zouden graag willen weten wat het beleid is ten aanzien van de andere voorzieningen dan alleen maar het onderwijs in Kindplein West. Vervolgens, voorzitter, staat er in de tekst niet te klein bouwen. Nu hebben we gezien, als je kijkt naar leerlingenprognoses, dat die de neiging hebben om vooral te dalen in plaats van te stijgen. Dan is het natuurlijk nog steeds verstandig dat je zegt, we moeten niet te klein bouwen, maar je zou ook zeker niet te groot moeten bouwen bij afnemende leerlingenaantallen. Daarom de vraag om deze passage wat nader te duiden, wat nader toe te lichten.
Vraag 5. We moeten scherp aan de wind zeilen. Er staat een aantal locatiekeuzes voor, zoals de CDA-fractie ook al zei. Als er twee de absolute voorkeuren hebben, waarom zou het onderzoek zich dan niet tot die twee locaties moeten beperken, in plaats van een derde locatie, als die op voorhand eigenlijk toch al afvalt, voorzitter? Graag daarop een reactie. De planvorming van de huidige locaties maakt geen onderdeel uit van dit plan. De vraag luidt wanneer we een planvorming voor deze locaties, sloop, herbestemming, etc. zouden kunnen tegemoet zien. Ten zevende, voorzitter, de vraag aan de portefeuillehouder hoe groot het gevaar, het risico, ingeschat wordt door de wethouder bij verschuivingen van het Kindplein, dat gebouw dat gerealiseerd gaat worden hopelijk, naar andere kleinere scholen. Denk bijvoorbeeld aan Bernardus. En dat zou kunnen optreden in geval ouders minder gevoel hebben bij een wat groter schoolgebouw dan bij een kleinere. Waardoor we een mooi groot kindplein realiseren. Terwijl de neiging is om juist uitstroom van dat kindplein naar de kleinere school Bernardus te zien plaatsvinden. En hoe kijkt de wethouder naar het risico en hoe gaan we daarmee om? En tot slot, voorzitter, vanmiddag kwam er een persbericht waarbij OOZ het voornemen om de openbare basisschool Vinkersbuurt te sluiten werd gepresenteerd. De vraag aan de wethouder is of de wethouder contact heeft gehad met de oude groep, bekend is met de ideeën voor een ander schoolconcept en hoe de wethouder daar tegenover staat. Voorzitter, dat was het. Dank u wel. De heer De Vries Robles. Voorzitter, dank u wel. Laat ik beginnen met vast te stellen dat er nu een notitie voor ligt die, zal maar zeggen, een marsroute eigenlijk indiceert. En dat is op hele korte termijn met het Kindplein West aan de gang. En dan, laten we zeggen, kijken hoe we eventueel Kindplein Oost richting komen. In de vergadering voor de zomervakantie waar we daarover gesproken hebben, heb ik getracht om door een integrale visie van 40 jaar te vragen om in ieder geval helderheid te hebben over de totale huisvesting van scholen in de gemeente Ommen voor de basisschoolleerlingen. En ik moet zeggen dat in het voorstel wat we nu hebben zijn wel de nieuwe plannen opgenomen, maar zijn eigenlijk de oude locaties niet meegenomen. En dat vind ik een gemis, omdat natuurlijk is het duidelijk dat we moeten het in stukken doen. We kunnen niet alles in één keer realiseren, dat zal helder zijn. Maar de doelstelling van de vraag naar die 40-jarige outlook was om eens te kijken naar de totale last die Ommen uitgeeft aan basisonderwijs. Hoe die nou in de tijd, gezien onze plannen, eruit gaat zien. En of we dan, kijkend naar dat beeld wat eruit komt, misschien ook dingen naar voren of naar achteren kunnen plaatsen. En dat, die mogelijkheid die hebben we op dit moment niet. Dus ik zou willen vragen voor in ieder geval de besluitvorming in de Raad dat we dat overzicht nog wel krijgen. Dat betekent dus feitelijk dat de bestaande lasten van de scholen die er nu nog niet in zitten gewoon toegevoegd moeten worden. En dat we dan een totaalplaatje kunnen, ik bedoel, dat is gewoon verticaal optellen tot een jaarlast. En dan kunnen we kijken hoe die jaarlast zich in de loop van de jaren gaat ontwikkelen. En ik ben het met u eens, en daar hebben we ook over gediscussieerd, je kunt niet na 10 jaar goed voorspellen, maar niets is minder dan in ieder geval een indicatie hebben van wat onze lasten op dit moment zijn. Dat was dus echt de bedoeling van die vraag naar dat 40-jarige overzicht. Tweede punt is dat we hebben eigenlijk in het verhaal waar we tot nu toe met elkaar over gepraat hebben altijd wel over renovatie van de Sint-Bernardus gehad. Maar Fluiterkruid is daar wat meer op de achtergrond geraakt. En juist voor Fluiterkruid, dat is namelijk het pand wat volgens mij in de slechtste staat is, zou je je dus af kunnen vragen, moet je dat nou wel renoveren? Want feitelijk doe je dan een technische aanpassing die nooit ideaal kan zijn. En het gaat om een pand wat zeker vervangen moet worden. Dus de vraag is van waarom gaan we daar nou renoveren? Het zou best wel eens zo kunnen zijn dat direct een volledige aanpak op termijn goedkoper is dan eerst een slecht pand renoveren en vervolgens na een aantal jaren alsnog moeten vervangen.
Dus dat is zeker een optie waar ik graag op basis van die 40-jarige cijfers nog naar zou willen kijken. Een ander punt is dat, laten we zeggen, de filosofie die we volgens mij voltallig als raad onderschreven hebben, is dat we eigenlijk twee kindpleinen hebben, één aan de westkant en één aan de oostkant, en dat de doelstelling van die kindpleinen is om daar zo integraal mogelijk andere voorzieningen bij te plaatsen, zodat er eigenlijk een situatie ontstaat waarbij voorschools een oplossing is, naschools een oplossing is, waar tijdens school allerlei extra, passend onderwijsvoorzieningen mogelijk worden. En de doelstelling van dat verhaal is dat we dat toch op enige afzienbare termijn realiseren. En daar past in mijn ogen niet het idee in zoals nu met de Sint-Bernardus geformuleerd is. Namelijk dat we daar tot 10 tot 15 jaar gaan opknappen. En in de afschrijvingstermijnen staat die er zelfs voor 20 jaar in. Nou, ik ben in ieder geval, laat ik het dan zo zeggen, geen voorstander om dat perspectief dat we daadwerkelijk twee kindpleinen met die integrale voorzieningen realiseren, dat dat pas na 20 jaar aan de orde is. Dus ik pleit, of onze fractie pleit ervoor, om die renovatie van de Bernardus daar een hooguit een tijdshorizon van 10 jaar op los te laten. En op dat moment is volgens mij ook een natuurlijk moment om te kunnen constateren, kun je ze inplaatsen bij West of moeten ze gewoon mee in de integrale planontwikkeling voor Oost? Die keuze is natuurlijk aan hen zelf. Hè. Ik zeg niet dat dat aan mij is om te zeggen waar dat moet. Die keuze ligt gewoon bij de school. U geeft nou een hele beschouwing, maar uw vraag is? De vraag is dus dat ik vind dat die termijn die nu voor de Sint-Bernardus in de plannen zit, die is wat mij betreft aan de veel te ruime kant. En wordt dat onderschreven? Dat is de vraag. Als laatste zou ik nog de opmerking willen maken dat wij bouwen nu in West. En daarmee hebben we eigenlijk de capaciteit die we nodig hebben gezien de totale leerlingenaantallen vervolgens gerealiseerd. Maar dat betekent in mijn ogen dan wel dat als er dus verschuivingen gaan optreden zoals die door mijn mederaadslid hier rechts genoemd zijn, dat die dan gevonden moeten worden binnen de totale capaciteit die we al gerealiseerd hebben. Dus dat betekent als de ene school groei heeft en de andere school heeft dus meer afname dan verwacht, dan betekent dat dat men elkaars lokalen gaat gebruiken. En dat kan dus voor de Bernardus consequenties hebben dat men bijvoorbeeld naar het Kindplein West moet. Voor een lokaal wat daar over is en waar in de Bernardus vraag naar is. Ja, maar daar kiest men zelf voor door nu te kiezen voor zelfstandig een 10-jarige periode. De vraag is dus, wordt dat onderschreven, namelijk dat die capaciteit die wij nu plannen, dat dat de capaciteit is die we vaststellen en dat we daar niet nog eens een keer daarnaast extra gaan bouwen. Afhankelijk van dus bewegingen binnen scholen. Want dat is nou net onze doelstelling niet. Goed, en als laatste wil ik graag nog aandacht vragen voor een onderwerp wat volgens mij echt onvoldoende in de wegingsfactoren meegenomen wordt. En dat is de ruimtelijke factor, namelijk de verkeersproblematiek. Die wordt echt voor de bestaande scholen op dit moment onvoldoende meegenomen in het verhaal. En ook daar zal aandacht in onze ogen aan besteed moeten worden. De vraag van de wethouder is van hoe gaan we dat oppakken? Mevrouw Lagas. Voorzitter, al heel veel vragen gesteld, dus ik probeer het echt kort te houden. Als ik het verhaal van de heer Leuwik probeer te volgen, dan kom ik tot de conclusie die ik voor mezelf al had getrokken. Dat het zo langzamerhand een mooie detective zou zijn, onze onderwijshuisvestingsgeschiedenis. Is één woord, hartstikke leuk voor Scrabble. De spanning wordt al jaren opgevoerd en de figuranten zijn haast niet meer te onderscheiden. En er komen per vergadering nieuwe inzichten en ideeën. Het is zo langzamerhand wel een page-turner, maar het vraagt nu toch eindelijk wel om een slot en niet om een cliffhanger. Wat mij als eerste opviel bij het lezen van het stuk was, alweer een onderzoek. En volgens mij als ik ergens een kast lostrek op mijn kantoor, dan dondert me een lading papieren tegemoet van allerlei onderzoeken over het onderwijs waar ik misschien zelf al helemaal onder begraven word. En zo langzamerhand zijn wij het overzicht een beetje kwijt. En dat merkt je ook wel uit het verhaal van de heer Leuwik. Wat wij nou inmiddels allemaal al hebben onderzocht, welke conclusies er allemaal al zijn getrokken, wat het allemaal al heeft gekost.
Ik zou zeggen, schop in de grond. Er zijn zoveel adviezen al gedaan en zoveel aanbevelingen, zowel van besturen als van MR's, als van ouders, als van de raad. Want wij hebben zo langzamerhand ook overal wel een keer wat van gevonden. En wij zouden dat heel graag nu, en het, feitelijk hoor ik dat ook uit de vorige sprekers wel, geef ons nou eens een overzicht van in wat is het, bijna in een matrixje, wat hebben we onderzocht en wat is daaruit geconcludeerd. Maar wij hebben als fractie wel even een rode draad doorheen gezocht en gedacht van, als je alles nou op een rijtje zet, dus wat ons betreft, is de locatie bij de carousel het allerbeste gezien de voorzieningen die daar ook zijn. En dat verkeer, we komen het overal weer tegen, maar jongen, jongen, we hebben het over, het is ommen, hè. En de kinderen die daar naar school gaan, die moeten ook klaargestoomd worden om straks de grote stad in te gaan. En als je het dan niet voor elkaar krijgt om over de Chevalerostraat over te steken, dan moet je zorgen dat je nooit in Zwolle komt. De vragen waren dus al gesteld. Sorry, voorzitter. Mijn vraag is, kunnen wij van de voorzitter dat overzicht krijgen, zodat onze conclusie bevestigd wordt? Via de voorzitter van de wethouder. U brengt mij in de van raar. Het college. Ja, het mag ook van het college. Vind ik helemaal niet erg. Als het maar komt en dat er maar eens een keer wat gaat gebeuren, want dat duurt gewoon veel te lang. In de pauze kunnen mensen die zich aangesproken voelen om het archief van mevrouw Lagasse op te ruimen zich melden bij haar. De heer Moerman. Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, in dat laatste kan ik inderdaad helemaal in meegaan. Laten we nou gewoon eens inderdaad zo snel mogelijk gaan bouwen en een keer de schop in de grond steken. Wij zijn blij met de brief die we gekregen hebben van de drie besturen waarin zij aangeven dat ze nog steeds op één lijn zitten wat betreft hun eerste voorkeurslocatie. En wat betreft het bedrijf van de arbeid is dat ook gewoon leidend. De schoolbesturen die kiezen een voorkeurslocatie en de gemeente die gaat daarin faciliteren. Dat lijkt mij het allerbelangrijkste. Wat betreft de verkeersproblematiek, ja, vanzelfsprekend is dat wel een aspect wat meegenomen moet worden. Wij hebben er wel een vraag over de notitie. Daar wordt gesproken over eventueel een tweelaags gebouw. Nou, is dat eventueel een tweelaags gebouw, heeft dat ook te maken met de voorkeurslocatie? De ene voorkeurslocatie heeft meer vierkante meters dan de andere. Zou het kunnen inhouden dat als je de ene kiest, dat je wel gedwongen wordt een tweelaags gebouw te kiezen en andersom niet? Of zit daar geen causaal verbond in? Wat betreft het fluitenkruid, ja, we hebben de overzicht gekregen van de scholen met de slechtste staat voor onderhoud. En daar komt de fluitenkruid inderdaad uit als de school met de slechtste staat voor onderhoud. Dus daar zou je dus ook iets aan moeten gaan doen. En ook inderdaad wat betreft die vragen die al gesteld zijn in D66, kan ik daar ook in meegaan. Dat was het. Voorzitter, dank u wel. De fractie van de LPO. LPO heeft nog een aantal vragen. Is de renovatie van de Sint-Bernardus-school onafhankelijk van de uitkomst met betrekking tot de voortgang en de keuze van het zogenaamde kindplein? En daarnaast, kan de Sint-Bernardus-school, wanneer kunnen zij starten met de renovatie? Dat is ons ook niet geheel duidelijk. Vanmiddag hebben we dus een persbericht ontvangen van de Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Omgeving. Dat zij gaan stoppen in de Vinkenbuurt. Daarnaast is het zo dat ook diezelfde stichting heeft aangegeven te overwegen om wellicht met een nieuwe brug te gaan stoppen. Is hier inmiddels ook al meer over bekend hoe het daarmee staat? En heeft dit ook invloed op het integraal huisvestingsplan? Want we weten dus ook niet of deze kinderen in deze gemeente blijven. Verder is het zo, op pagina 13 van de notitie wordt beschreven dat het incorporeren van mogelijk kinderopvang, buurtspeelzaalwerk en of andere voorzieningen niet hoeft te leiden tot extra lasten. Nou ja, hoe kan dat? En op pagina 14 van diezelfde notitie wordt beschreven dat er voor het Kindplein West 5,3 miljoen nodig is. En dit is gebaseerd op het bouwbesluit van 2012. Inmiddels zijn die eisen aan het bouwbesluit aangescherpt in 2015. Die bijbehorende VNG-norm is hier nog niet op aangepast. Is al bekend of het eventueel extra kosten met zich meeneemt? Of dat we het toch kunnen redden met die 5,3 miljoen? En dan als laatste nog de vraag. Pagina 23 van de notitie staat dat het resterende 20.000 euro voor het voorbereidingskrediet nog in 2015 wordt ingezet. Terwijl het raadsvoorstel staat dat dit juist wordt overgeheveld naar 2016.
Wij denken dat dat het geval is, maar we willen toch even voor de zekerheid navragen. Tot zover. De heer Van der Mooren. Dank u wel, meneer de voorzitter. We hebben vanavond het onderwerp onderwijshuisvesting basisonderwijs bij de kop. En dan zien wij drie aspecten. Het vaststellen van de notitie, daar worden we gevraagd iets over te zeggen. Opdracht tot twee concrete renovaties en in de derde plaats verder te gaan met de procedure Kindplein West. En even een opmerking vooraf. Vorige week tijdens de begrotingsbehandeling hebben wij onze zorgen geuit over het moment waarop we uitgaven plannen voor de huisvesting basisonderwijs via dat project Kindplein West. En wanneer we nu meedenken, meepraten, doet dat dus niets af aan onze inbreng van vorige week. Zo moet onze bijdrage worden opgevat. En de kern van het voorstel wat nu vanavond voor ligt is natuurlijk het Kindplein West. Die andere projecten, dus Bernardus en Ommerkanaal, die kunnen worden afgedaan als een resultaat gewoon van lokaal geldende processen. Overigens hebben we wel een vraag in dit verband of Ommerkanaal twee keer voor renovatie in aanmerking komt, omdat wij ergens lezen dat in 2016 de renovatie van Ommerkanaal zal worden aangepakt. Dat lijkt ons dus niet juist. Op basis van stedenbouwkundige verkeerstechnische selectie is het aantal mogelijke locaties teruggebracht tot de huidige terreinen en aanliggende groengebieden van de genoemde scholen. Alsmee het groengebied aan de Schiffelenroosstraat. En daarover, en het is al meer vanavond aan de orde geweest, de locatie, daar hebben we een paar vragen over. In eerste plaats dat in paragraaf 5. Punt 5 van die notitie perspectief voor kinderen. Sprake is van interactieve communicatie omtrent de locatiekeuze. Nou kunnen we het woord interactief vertalen en communicatie. Maar wat het nou precies is en tussen wie, daar zouden we meer zicht op willen hebben. Omdat wij niet eraan toe zijn om al, en dat is de notitie ook niet, tot definitieve keuzes te komen. Maar wel op weg daar naartoe weten van hoe processen verlopen. Daarom willen we daar graag een antwoord op. Tweede plaats, en de heer Leuwik pakte dat ook al aan, waarom lijkt de voorkeurlocatie de Schiffelenroosstraat te zijn, terwijl een te verantwoorden totaalbeeld de locaties Coloriet, Dennekamp en Gilles de Bret laat zien als veruit de meest geschikte locaties. Dat is voor ons even het aangrijpingspunt. En in de derde plaats, derde vraag, ook laatste vraag, voorzitter. Het staat ons bij vanuit het verleden dat er met het gebied aan de Schiffelenroosstraat wat aan de hand is. En onze vraag is of die locatie Schiffelenroosstraat sowieso wel een beschikbare locatie is. En dan doel ik op wat ik mij vaag meen te herinneren dat er een soort architectonische beschermstatus op zit. Als dat het geval is, dan kunnen we daarmee stoppen. Dank u. Het woord is aan de portefeuillehouder, de heer Schelen. Dank u wel, voorzitter. Er zijn heel veel vragen gesteld, ook wel sommige die overlappen. Ik zal toch proberen per persoon de vragen te beantwoorden, zodat ik niets vergeet. Allereerst de heer Leuwik, hoe zit het met de stuurgroep en ook in relatie tot de schoolbesturen? En vooral de vraag van, is de locatiekeuze een onderwerp van gesprek geweest bij alle schoolbesturen? Het antwoord op die vraag is nee, dat is niet het geval. Want schoolbesturen gaan niet over de locatie. En zeker niet alle schoolbesturen gaan over de locatie. Dat is een zaak die aan de gemeenteraad is voorbehouden, uiteraard op voorspraak van de belanghebbende scholen. De schoolbesturen zijn overigens wel steeds meegenomen in het proces van waar, hoe zien we de schoolhuisvesting in algemene zin. Dan het verhaal van HEM-onderzoek met de voorkeurslocatie ten opzichte van de criteria en deze. En inderdaad is daar sprake van een verschil. We hebben in eerste instantie natuurlijk zijn we uitgegaan van het HEM-onderzoek op voorspraak van de schoolbesturen. Maar we zijn wel een stap verder gekomen. En we hebben gemeend om alle relevante criteria erbij te moeten wegen. En ja, al die criteria leiden tot een iets andere uitkomst. En de voornaamste, en dat komt zeker ook nog bij de bevraging van andere fracties aan de orde, voornaamste factor die bepalend daarbij is verkeer. Want als je puur kijkt naar ruimtelijke aspecten,
dan is zeg maar voor alle drie locaties iets te zeggen. Als je kijkt naar de mogelijkheden voor dichte behuizing bij mooie voorzieningen, sport, cultuur, et cetera, dan is het volstrekt logisch dat de Chevreauxstraat, dus bij de carousel, voor de hand liggend is. Maar de deskundigen hebben juist op het punt van verkeer bij de Chevreauxstraat, dus bij de carousel, zien ze de grootste haken. En dat was de reden, ook in de weging, om die zeg maar niet op 1 te zetten, maar op 3. Dan had u een vraag over de bijlage 4, de mogelijke belemmeringen die milieutechnisch spelen. Dat speelt inderdaad ook weer bij de carousel, de Chevreauxstraat. De idee is van, goh, het zou kunnen zijn dat de vuilnisbelt die eertijds zeg maar aan de andere kant van zeg maar de carousel daar was, heeft misschien gevolgen via grondwater en dergelijke. De verwachtingen daarover zijn over zeer beperkt, maar je moet op dat punt natuurlijk wel even wat nader onderzoek doen. Dus dat is veiligheidshalve wel opgenomen in de bijlage. Dan, hoe zit het nu eigenlijk? De medezeggensraad van de Dennenkamp, de schoolbestuur, et cetera. Wie is onze gesprekpartner? Nou, is heel simpel, dat zijn onze schoolbesturen. Maar natuurlijk willen wij wel dat het draagvlak in de schoolbevolking is. Dus we willen van belang zeg maar, om de medezeggensraden mee te nemen. Ik stel vast overigens dat de medezeggensraden ook volledig in gesprek zijn met de schoolbestuur erop. Het ook hele goede gesprekken zijn. Men is enthousiast over het idee van een kindplein. En ik stel ook vast dat het voortschrijdend inzicht van MR Dennenkamp ook elementen bevat waarvan je kunt denken van nou, dat kun je ook heel anders zien. Want als je kijkt naar wat voor problemen ze zien, dat is een bestemmingsplanwijziging die eventueel een tijdvertraging met zich meebrengt. Dat kan. We praten hier wel over een nieuwe situatie voor 40 jaar. Dat mag misschien wel desnoods een paar maanden extra duren, zou ik dan zeggen. Opmerkelijk is dus dat de MR van de Dennenkamp geen problemen ziet in bijvoorbeeld de verkeerssituatie. We hadden ons kunnen voorstellen dat dat een element zou zijn geweest. Maar dat is dus niet het geval. Dan de heer Meelkamp. Het kindplein Oost is nu niet expliciet. En dat geeft toch een extra probleem voor het fluitkruid. Daar heeft u groot gelijk in. Ook anderen hebben daarop gewezen. Het is ook in het jongste gesprek met de schoolbestuur aan orde geweest. En wij hebben ons wel laten overtuigen dat we op dat punt zeg maar een extra inspanning moeten doen. En dus ook het fluitenkruid naar voren moeten brengen. Maar daar zit een afweging bij en daar kom ik zo als ik inga op datgene wat de heer Bernhard de Vries Robes heeft gezegd. Dan, waarom is er een gymzaal niet expliciet betrokken? Dat heeft te maken met gewoon de vraag. De schoolbesturen die hebben, beter gezegd, de scholen hebben op dit moment een aantal leerlingen. Daar is op dit moment zeg maar accommodatie voor. Het feit dat deze scholen nu bij elkaar komen in een kindplein wil dus niet zeggen dat er sprake is van een extra aantal scholieren, dus een extra vraag van gymnastiekruimte. De extra vraag die we op dit moment hebben voor gymnastiekruimte is een hele andere. Dat komt door het Vechtelcollege en de uitbreiding van het Vechtelcollege. Dus daar moeten we nog wel iets mee. Daar komen we ook zeker ook nog in deze raad over te spreken. Maar het kindplein of de herhuisvesting van basisonderwijs is daar dus geen oorzaak van. Er is dus ook geen noodzaak om extra kosten te maken om een extra gymzaal te integreren in een kindplein. Dan de kinderopvang. Hoe zit dat nou? Want daar wordt toch plussen en minnen van gezegd. Nou, dat heeft een simpele reden. Ja, u heeft gelijk van dat het passend is bij de visie van ook de schoolbesturen om te komen tot een voorziening waar vorming van kinderen is van 7 tot 7. Anderen zei het ook, hè, met voor- en naschoolse opvang. Met een doorgaande lijn en die wordt ook geborgd. Maar doe je dat nou inpandig of doe je dat nou expandig? En dat is in feite de vraag die ook bepaald wordt door de locatiekeuze. Op het moment dat de raad zou zeggen van ga maar bij de carousel, dan bouw je daar dus een kindplein, dan is het niet direct een noodzaak om inpandig een kinderopvang en een peutervoorziening te realiseren. Waarom niet? Omdat in de carousel er op dit moment er één is. Op het moment dat je zou kiezen voor bijvoorbeeld de plek van het Coloriet en de Dennenkamp, daar is op dit moment niet echt een kinderopvang en peutervoorziening. Dus daar zou het voor de hand liggend zijn om wel zeg maar, het inpandig te realiseren.
Overigens, het was later een vraag van de LPO, dat kan zonder extra kosten, want we hebben uiteraard gezegd van op het moment dat je het inpandig doet, dan moet de exploitatie extra kosten natuurlijk moet, terug worden verdiend door middel van huur te betalen door de kinderopvangorganisatie. De heer Middelkamp zei ook van, gewoon niet te klein bouwen, moeten we dat vooral ook zien als niet te groot bouwen. Dat ben ik erg met hem eens. De bedoeling is natuurlijk dat we, zeg maar, in dit geval in West, het zo doen dat de leerlingaantallen, zeg maar, over 20 jaar, zeg maar, niet lager zijn dan het gebouw wat we neerzetten. En dat is hier het geval. Dus dat is in feite de waarborg die we hebben. Dan de planvorming van de vrijkomende gebouwen. Wanneer kunnen we dat zien? Ik denk dat het belangrijk is dat eerst de raad zich natuurlijk uitspreekt voor zeg maar een bepaalde locatie. En dan kunnen we voor 2016 een planning gaan maken van wat we doen met zeg maar die vrijkomende gebouwen. Voor Hans hebben we uiteraard zeg maar de veilige weg gekozen. We gaan de gronden daarvoor afgewaarderen. En eventueel ook sloopkosten berekenen. Maar het kan zijn dat de raad er andere ideeën bij heeft. En dan gaan we dat natuurlijk ook in gesprek brengen. Voor de goede orde, woningbouw is daar eerst niet aan de orde gegeven. De afspraken die we hebben gemaakt met de provincie en de contingentering die daarbij is. Dan het risico dat de heer Middelkamp zegt van goh, hoe gaat het nou met leerlingen als ze bijvoorbeeld extra naar de benauwnis willen. Hè, van omdat de ouders misschien naar een wat kleinere school zouden willen. Ik stel allereerst vast dat het Kindplein West geen grote school is. Want het gaat niet om een school van 1200 of 1000 leerlingen. Zoals heel veel te doen gebruikelijk in onze regio trouwens. Het gaat om een school van, nou ja, het wordt nog precies berekend, maar zeg maar grofweg 500 leerlingen. En tweede, de ervaringen leert bij dit type van voorzieningen dat juist vanwege het integrale karakter en ook gewoon nieuwbouw, dat juist een hele aantrekkelijke optie is. Dus ik denk dat er eerder een beweging omgekeerd zal zijn, dus dat zeg maar het Kindplein was een groot succes zou kunnen worden. Dan het vraag van de Vinkenbuurt. Is dat bekend en heeft u contact met de MR? Ik heb eertijds al eens een gesprek gehad met mensen vanuit de Vinkenbuurt, dus de politiek is mij bekend. Ik heb ook al eerder gezegd van dat het college voornemens is om in eerste instantie de schoolbesturen te volgen in hun keuze van houden wij een school in stand of niet. Als een schoolbestuur vindt dat zeg maar de kwaliteit van het onderwijs niet meer kan worden geborgd, dan gaan wij niet als gemeente, is ons voorstel, dat onderwijs overeind houden. Wat daar nu aan de hand is, is dat de MR, dat is een hele actieve MR trouwens, zeer actieve ouders, die zeggen van goh, het openbaar onderwijs als schoolbestuur, die wil hiermee stoppen. Wij willen de gelegenheid hebben om een ander schoolbestuur te interesseren om deze school als het ware over te nemen. Nou, het openbaar onderwijs heeft gezegd, daar willen wij niet zeg maar tegen zijn. Of dit een realistisch scenario is, is natuurlijk wel vers 2. Dan moeten we ook heel nuchter kijken. We moeten wel helaas vaststellen dat de leerlingenaantallen van de Vinkenbuurt teruggaan. En die gaan volgens de tellingen, daar moet je altijd een beetje voorzichtig mee zijn, maar dat tendeert naar 20. Dat is wel heel erg weinig. Dan de heer De Vries-Lobes. U vroeg in feite van naar de marsroute wat te doen met Oost en u wilt daar een besluit over nemen als u dat 40-jarig overzicht heeft. Hè, zodat u kunt zien van, goh, kunnen we eventueel iets anders in de tijd. Nou, dat is in feite, er zijn al wat cijfers uw kant op gegaan, maar het is in feite een optelsom hè, van de kapitaallasten 40 jaar met de bestaande dingen. Die staan gewoon in de begroting. Maar ik zeg u toe dat we even dat lijstje u zullen toezenden en dan kunt u die keuze maken. Ja, en dan kom je inderdaad voor de vraag van het fluitkruid, wat doe je ermee? Nou, ik kan u voorspellen dat dat wel een helaas verhaal wordt. Om twee redenen. Het fluitenkruid kost qua renovatie ongeveer een ton. De structurele kosten die zeg maar, met zich worden meegebracht met een kindplein oog zijn meer dan 2 ton, jaarlijks. En wat u zegt, ook terecht heeft gezegd, en dat was in feite ook de opmerking van de heer Van der Mooren, wij kunnen het ons niet permitteren om het allebei te doen. U heeft ook zelf aangegeven, we moeten gewoon zeg maar stapsgewijze doen. Nou,
Of dat in de tijd iets te schuiven is, het mag geen 20 jaar duren. Daar zijn we het met elkaar over eens. Met de schoolbestuur heb ik gesproken over de termijn van 10 jaar. En dan kom ik op je punt van Bernardus. U doet daar een politieke uitspraak. Hè? U zegt van, goh, 10 jaar, dat moet het dan zijn. Ik vind het heel belangrijk om ook van andere fracties te horen hoe ze daarin tegenstaan. Met de Bernardus hebben we gesproken over een renovatie. Dat is ook op hun eigen wens. Nou, u geeft dan een kader mee. Dan eens even kijken. U heeft nog een beschouwing gehouden over de kindplein en de voorzieningen erbij. En de afschrijving van Bernardus daarbij. Dus dat, ik denk dat dat daarmee beantwoord is. Dan vroeg hij nog van, goh, als wij zo'n kindplein realiseren, kunnen wij daar met elkaar afspreken dat zeg maar de schoollokalen worden geruild, ook buiten het kindplein. Met andere woorden, is er vrijkomende ruimte, dan moet die worden benut door. Antwoord is, ja, dat is huidig beleid ook. Als er vrijkomende ruimte is, hè, dan is dat de eerste insteek voor een eventuele uitbreiding. Dat is ook de reden waarom op dit moment de Bernardus in de Julianenschool zit. Hè, want er was eertijds is er zelfs even sprake van geweest dat ze zouden uitbreiden. Nou, de Julianenschool kwam vrij en dat is dus nu een dislocatie voor de Bernardus. De aantallen van de leerlingen en de verschuiving. Oh nee, dat heb ik net gehad, sorry. Dan verkeersproblematiek, daar heeft u de spijker op zijn kop. Ik denk dat dat het punt is wat zeer expliciet moet worden besproken. We hebben daar natuurlijk ook in het jongste gesprek met de schoolbestuur over gehad. Zij hebben ook de bereidheid om zelf erin mee te denken. Dus je moet niet alleen nadenken over fysieke maatregelen. Hè. Dus kunt u denken aan extra fietsstroken en kiss-and-ride mogelijkheden. Maar toch ook inzet van de schoolbesturen zelf. Of beter gezegd van de ouders zelf. Dus klaarovers, tegenwoordig heet dat verkeersbrigadiers en wat iets meer zijn. Men is volledig bereid om daarin mee te denken. Dus dat wordt zeker ook nog uitgewerkt. Mevrouw Lagas, ja, ik wil de schop in de grond. Graag, dat willen wij ook. Ik begrijp dat u geen onderzoek wil naar wat al is onderzocht. Dat gaat u dan ook niet van mij krijgen. Maar u kunt wel een kort lijstje krijgen van, goh, wat hebben we tot nu toe als het ware al steeds besloten. En dat zeg ik u toe. De heer Moerman had ook al over de schop in de grond. En inderdaad, de besturen zitten op één lijn. En dat is hoog goed. En dat moeten we ook zeker blijven koesteren, denk ik. Het eventuele tweelaagsgebouw, ja, het is een veilige passage. Gaat u er maar vanuit dat het tweelaags wordt. Er moeten wel hele bijzondere ruimtelijke kenmerken zijn die het onmogelijk maken om, om geen tweelaags te maken. Want dat is natuurlijk voor de kosten, en daar hebben we het ook al eerder over gehad, natuurlijk wel een belangrijk punt. Ook u wees op het fluitenkruid. Dan de LPO. De renovatie van de Bernardus, nog wat preciezere vraag van, goh, hoe zit dat nou in relatie tot het kindplein? Op zichzelf genomen kan de renovatie van de Bernardus los van het kindplein worden gerealiseerd. Sterker nog, als de raad zegt, wij willen een kindplein West met 3 scholen. Hè, en het is dan zeg maar de 3 die in de notitie staan. En Bernardus blijft apart, dan kan Bernardus ook snel worden gerenoveerd. Beetje afhankelijk natuurlijk van de kaderstelling die u doet. Hè, maar wat ons betreft gaan we dan snel om tafel met de Bernardus. Vinkenbuurt, heb ik het over gehad, de nieuwe brug. En hoe is nou de procedure? Op dit moment is het proces gaande met de medezeggenschapsraden. Voor de nieuwe brug is ook bekend dat de medezeggenschapsraad daar binnenkort een finaal standpunt over zal uitbrengen. Dus dat moeten wij even afwachten. Heeft dat van invloed op zeg maar de leerlingaantallen? Nou, waar het gaat om de Vinkenbuurt, kan dat inderdaad gevolgen hebben. Want het zou kunnen betekenen dat dan de kinderen naar Nieuw-Leuzen gaan. Dat zou heel goed kunnen. Maar dat laat zich heel moeilijk voorspellen. Uiteraard voelt het schoolbestuur zich wel verantwoordelijk voor een goede overgang van de kinderen naar een andere school. Dan de extra lasten van het peuterwerk en de kinderopvang heb ik, dacht ik, beantwoord. Komen wij toe met die 5,3 miljoen? Ook gegeven het feit dat er een aanscherping heeft plaatsgevonden van het bouwbesluit. Heeft u goed gezien? We hebben met de schoolbestuur erover gehad. Zij hebben aangegeven dat die aanscherping, en die zitten vooral in de termen van de duurzaamheid, dat de schoolbesturen
dat zeg maar voor rekening nemen. Dat is ook een hele logische, want zij hebben daarmee een betere exploitatie. Dus zij kunnen dit ook heel goed verantwoorden intern. En ja, wij hopen eerlijk gezegd dat die 5.3, dat er ook nog wat van overblijft, want er is natuurlijk ook nog een aanbesteding. Dan, de voorbereidingskrediet heeft u heel goed gezien. Toen het eerste stuk werd geschreven, dachten we van, goh, we gaan het in 2015 nog redden. Maar dat zal zeker worden gevraagd om een stukje overheveling te plegen naar 2016. Dan de heer Van der Mooren. Ja, uw punt over zorg van financiën, dat is echt genoteerd en dat heeft ook onze blijvende zorg. Het is voor ons ook reden om gewoon heel goed na te gaan van hoe wij dit op een verantwoorde wijze, ook in de tijd, maar dat gaat niet alleen om de kindpleinwijze, maar juist ook om die andere scholen weg te zetten. Om een kanaal heeft u goed gezien. De idee daarbij was dat de renovatie pas begin 2016 gereed zou zijn, maar het is inderdaad niet zo dat ze twee keer gaan renoveren. Dus één keer, u heeft daar al een besluit over genomen en that's it. Moeten we nou dat interactieve verhaal van de Chevreau-straat zien? Wij willen, juist omdat het gaat om locatiekeuze, niet alleen de schoolbevolking betrekken in het gesprek, maar juist ook buurtbewoners. Dat is hier bedoeld in het interactieve gesprek. Nou, u had het ook over die wisselende voorkeuren. Daar heb ik, dacht ik, al antwoord op gegeven. En tenslotte de architectonische bescherming van het parkje bij de Chevreau-straat. Daar hebben we inderdaad even navraag naar gedaan. We hebben allereerst natuurlijk gekeken naar het bestemmingsplan. Het huidige en ook het bestemmingsplan van een aantal jaren geleden. Daar is geen enkele aantekening van te zien. Voorts hebben wij ook nog het eigen archief even opgeschud. Vinden we daar iets van? En zeer opmerkelijk, we hebben geen enkele notitie gevonden die een echte architectonische bescherming geeft van het park. Kijk, een architectonische bescherming van gebouwen kan je iets bij voorstellen, van park iets minder. Maar als het al zo zou zijn, dan zou dat er op zijn minst, mag je verwachten, in een bestemmingsplan op een aantekening van zijn. We hebben hem niet gevonden, we hebben ook geen andere notities ervan gezien. En wij menen dus dat dat zeg maar ook niet aan de orde is. Voorzitter, tot zover de eerste termijn. Wie wenst in tweede termijn het woord? Mevrouw Lagast. Ik heb nog één extra vraag, voorzitter. Wij hebben in onze algemene beschouwing ook aandacht gevraagd voor de leegkomende gebouwen. Om er eens anders naar te kijken dan alleen maar naar slopen. En dat hoeft wat ons betreft niet in het onderzoek, maar dit is wel het moment om ze even weer onder de aandacht te brengen, zodat ze niet verdwijnen. De heer De Vries, Rob Les. Voorzitter, dank u wel. Ik moet zeggen dat ik bijzonder verheugd ben door het feit dat de scholen de verkeersveiligheid ook tot hun aandachtsgebied verklaarden. Maar ik wil er wel op wijzen dat dat op dit moment natuurlijk ook al een aandachtsgebied is. En dat er op dit moment dagelijks overtreding van de APV plaatsvindt in de nabijheid van scholen. En dat daar misschien dan op korte termijn ook iets mee gedaan kan worden. Maar dat is geen onderwerp bij dit agendapunt. De heer Middelkamp. Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, zojuist viel het, of de woordjes, ik wou zeggen het woord, maar het zijn een paar woordjes, de schop in de grond. En als we terugdenken aan een moment in het verleden waar deze woorden ook al eens gebezigd zijn, dan was het resultaat uiteindelijk dat het heel lang duurde voordat de feitelijke aanvang plaats had. We hopen van harte dat in dit geval, als de schop in de grond gaat, dat dan ook op hele korte termijn daadwerkelijk zal plaatsvinden. Dan, voorzitter, vroeg de wethouder om een kader als het gaat om de doorlooptijd van de renovatie van Bernardus, althans het vruchtgebruik daarvan. Vooropgezegd, en dat verbaast u niet, vinden wij het eeuwig zonde en een absolute gemiste kans dat Bernardus heeft afgehaakt. We vinden, en dat heeft u via een amendement in het verleden van ons al eens kunnen bemerken, dat we aan kapitaalvernietiging doen. We bouwen nieuw en tegelijkertijd stoppen we in één van de vier scholen een aanzienlijk bedrag aan renovatie. Dat betekent dat wat de VOV-fractie betreft de duur dat Bernardus in dat gerenoveerde pand gehuisvest blijft, wat ons betreft zo kort mogelijk moet duren. En misschien, en daar zal ons veel aan gelegen moeten zijn, kunnen we die tijd terugbrengen tot nul en kunnen ze alsnog bewogen worden om mee te gaan in Kindplein West. Wij zouden dat heel erg toejuichen.
Dan, voorzitter, hadden we nog een vraag die niet helemaal beantwoord is. Dat gaat over de locatiekeuze. Het onderwerp is al een aantal keren de revue gepasseerd. Maar in het stuk staat dat er 3 locaties onderzocht worden. Als je kijkt naar het rijtje van objectieve waarderingen en calculaties daarachter, dan zijn er 2 die er met kop en schouders bovenuit steken. Als we financieel gezien scherp aan de wind moeten zeilen, waarom gaan we dan nog die 3e variant onderzoeken en waarom beperken we ons niet tot de 2 die een hele rij plusjes hebben ten opzichte van een ander? Daar nog graag een antwoord op. En tot slot, voorzitter, hadden we het over de verschuivingen van leerlingen van Kindplein naar Benardus, dan wel vice versa. En de wethouder gaf aan te bedenken dat er eerder een verschuiving van Benardus richting Kindplein zou optreden dan andersom. Dat vond ik een bijzondere uitspraak en ik zou graag willen weten waarop dat gebaseerd is. Is dat een eigen idee van de wethouder of is dat gebaseerd op onderzoeken, zodat we ons gerust kunnen stellen dat we niet een heel mooi kindplein bouwen waar de leegloop groter is dan dat we zouden willen. Voorzitter, dank u wel. Dit is de 2e termijn. Ik constateer dat verder niemand in 2e termijn het woord wenst te voeren. Het woord is aan de heer Schelen. Ja, voorzitter. Ik denk dat het kort kan. Suggestie van mevrouw Legas om het verhaal van de komende gebouwen om dat creatief te bekijken. Nou, dat neem ik uiteraard mee. Opmerking van de heer De Vries Hoorbrees over de verkeersveiligheid genoteerd. Dan de heer Middelkamp. Nou, duidelijk dat u kaderstellend naar de Benardus kijkt. Ja, ik deel uw teleurstelling dat het jammer is dat Benardus niet meedoet in het kindplein. Maar we moeten natuurlijk wel respecteren de keuze die het schoolbestuur daarin heeft gemaakt. En dat doen we dan ook. Uw vraag ging nog over de 3 locaties en de 2 locaties. Het is zo dat de 3e locatie, dus de Chevrolet-Houtstraat, dat is de voorkeurslocatie van de schoolbesturen. En dat is de reden om die niet op voorhand te willen wegschrijven. Maar ik snap uw punt wel. Het moet niet zo zijn dat als zeg maar dat extra veel geld in onderzoek met zich meebrengt. Dus daar zal ik zeker op toezien dat zeg maar als wij niet 2 maar 3 opties uitschrijven, dat de meerkosten daar beperkt in zijn. Want dat was uw zorg en daar zal ik zeker op toezien. Dan nog het verhaal van het verschuiven. Ik denk dat de veronderstelling is gebaseerd op zeg maar ervaringsgegevens van kindpleinen of brede scholen zeg maar in deze regio zoals die de afgelopen tijd zijn gebouwd. Je ziet het onder andere in Meppel, je ziet het in Heerde, je ziet het in meerdere plekken. En daar zie je dus een lichte verschuiving, het is niet dramatisch, maar wel een lichte verschuiving juist naar die nieuwe locaties. Hangt wel sterk samen met de voorziening die erin zijn, zeg ik er direct bij. Dus het maakt nogal wat uit of je daar naschoolse, voorschoolse opvangen in hebt georganiseerd of niet. Nou, dat is hier wel de bedoeling, dus vandaar dat ik daar wat optimistisch in gestemd ben. Voorzitter, tot zover. Dan neem ik aan dat dit als bespreekstuk naar de raad gaat. Oké, dan staat genoteerd. Dan gaan we nu over naar het volgende agendapunt. Onderzoek, verruiming, winkeltijden op zondag. Het is niet de bedoeling dat er een politiek debat gevoerd gaat worden, want dat vindt plaats in februari, maart. Het gaat erom van of dit nou het onderzoek is wat de raad wenst. Wie wenst het woord te voeren? De heer Van der Moor. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik wil wel vooropstellen dat voor ons een onderzoek niet nodig is. Die opmerking is vaker gemaakt, maar ook voor ons is die niet nodig. Ik kijk naar het doel van het onderzoek en dat is nagaan in welke mate het draagvlak is en wat de maatschappelijke en economische effecten van de verruiming van de zondagsopenstelling zijn. En die opdracht is naar onze mening al dubieus, want er is helemaal geen sprake meer van een zondagsopenstelling zoals bedoeld in dit verband. Dus is er ook geen sprake van een verruiming. En dan kijk je gewoon alleen maar naar artikel 4 van de verordening. 4 zondagen per jaar en het artikel vervalt per 1 januari 2016. Wat ons interesseert, voorzitter, is welk draagvlak er is onder de inwoners van Ommen. Welke behoeften hebben zij bij winkel op zondag? Dat betekent dus ook in ons idee, naar ons idee, een verantwoord draagvlakonderzoek. En wanneer is dat verantwoord? Wij lezen geen criteria,
Maar we zijn wel van mening dat ook duidelijker naar voren moet komen van wanneer is er sprake van niet alleen geslaagd onderzoek, want dat is een technisch gegeven, maar wanneer is de inhoud ook werkelijk van waarde. We willen graag inzicht hebben ook in hoe en welke winkeliers worden benaderd voor het onderzoek. En we missen in het projectvoorstel de benadering of er wel of geen behoefte is aan openstelling. En pas daarna, naar ons idee, kunnen de vervolgvragen aan de orde komen. Welke mogelijke aspecten spelen daarbij een rol? En die vind je dus op pagina 4. Wij hadden de indruk dat dat juist de invalshoek was. Terwijl naar ons idee het hele simpele kan zijn, wel of geen behoefte. Nog één opmerking inhoudelijke. Op pagina 6 wordt nog in het midden gelaten of de vraag wordt gesteld moet worden aan de geïnterviewde waar woont u. En voor ons is opname van die vraag een absolute noodzaak. Dank u. De heer Moerman. Ja, voorzitter, dank u wel. Wat betreft het onderzoek, inderdaad, het gaat dus niet alleen inderdaad om ondernemers, maar ook om de inwoner van Ommen en ook om de toeristen die in Ommen bezoeken. Wat betreft het onderzoek op zich, over de kosten, ik vind 15.000 euro wel een behoorlijke forse kostenpost. Dus de vraag is ook of hier een wat soberder onderzoek zou kunnen, wat uitgekleder onderzoek en hoeveel gaat het dan kosten. Voor zover naar mij bekend is er ook al enquêtes gehouden in de afgelopen zomerperiode. Nou, dus niet de vraag gesteld of die mensen wel of niet uit Ommen kwamen, waar ze dan wel vandaan kwamen. Dus wat dat betreft zou het ook in meegenomen kunnen worden. Voorzitter, tot zover. Mevrouw Lagas. Voorzitter, allereerst een praktische vraag. De offerte die is naar ons inziens geldig tot 30 november. Klopt dat nog met de termijn waarbinnen wij als raad een besluit daarover nemen? Er werd net al even gememoreerd dat er afgelopen periode al allerlei onderzoeken gedaan zijn, enquêtes gehouden zijn. Wij missen eigenlijk een beetje de uitkomsten van die enquêtes in dit voorstel. Wat wordt er al meegenomen? Kunnen we bijvoorbeeld op basis van datgene wat reeds geënquêteerd is, een onderdeel van dit onderzoek misschien wat versimpelen, eenvoudiger maken of laten vervallen, ook in het kader van analyse? Dan hebben wij nog een aantal opmerkingen over de inhoud van, algemeen over de inhoud van het onderzoek. Wat ons betreft zit er een prioritering in dit verhaal. En eigenlijk maken wij die prioritering ook in het kader van de kosten. Om als het enigszins kan de kosten te reduceren en het onderzoek wat te versimpelen. Wat ons betreft zijn er twee dingen die er bovenuit steken. En dat zijn de ervaringen van de afgelopen zomer. Dat was ook de motie die toen is ingediend. Dat die vier zondagen waren een pilot als ondersteuning van de keuzes die later gemaakt zouden worden. Nou, voor de mensen die er geweest zijn, die hebben gezien dat het een succesvolle goede zondagen waren, waar heel veel mensen waren, maar ook heel veel mensen van buitenom, en daar kom ik zo nog even op terug. En de wens van de ondernemers, dat vinden wij ontzettend belangrijk, want dat zijn degenen die dit moeten dragen en trekken. En wij hebben ooit ook bij het coalitieakkoord gezegd, wat de ondernemers belangrijk vinden, is ook enorm belangrijk voor wat voor welke keuze wij gaan maken. Dus dan willen wij graag ook nog meegeven dat er ook heel erg goed gestuurd moet worden op het ophalen van antwoorden, zeker bij de ondernemers, die zitten nu in een drukke periode. En als dat te makkelijk zo op een papiertje even moet of steekproefsgewijs, maken we ons daar wel zorgen over. Ze zitten nu in een drukke tijd waarin ze misschien niet altijd goed tijd hebben daarvoor. Alhoewel het eigen belang is, lijkt mij. Maar goed, let u alsjeblieft daar even op. En dan ten aanzien van de inwoners. Ja, in feite zijn er genoeg inwoners die nu ook helemaal geen boodschappen doen in Ommen. Dus als je die nou meeneemt in je onderzoek, dan krijg je misschien waarschijnlijk het antwoord, dat hebben we helemaal niet nodig. Dat zijn mensen die nu in Dedusvaart, Dals, Hardenberg hun boodschappen doen. Dat hoor je vaak genoeg, dat er mensen zijn die dat doen. Dus ik vind het risicovol. Dat zegt namelijk niks over de nut en noodzaak van het winkelen op zondag in Ommen. Bovendien is het bekend dat je je centen maar één keer uit kunt geven. Dus als ze wel altijd in Ommen zijn, dan maakt het ze misschien niet eens uit of het op zaterdag of op zondag kan. Wat ons betreft veel interessanter is, dat is de aantrekkingskracht vanuit de regio.
Want het gaat ons er natuurlijk om dat A, Ommen beter op de kaart komt te staan. Dat wij een aantrekkelijke gemeente zijn, zeker voor de toeristen in het toeristische seizoen. Maar ook daarbuiten. Vergeet niet dat wij ook altijd heel graag in de bijzondere seizoenen, in het voorjaar en rond de feestdagen, ook graag een aantrekkingskracht willen hebben uit de regio. Je zit nou op het randje van een politieke beschouwing. Mijn vraag, ja, meneer Katerberg, maar omdat wij nu een keuze moeten maken over het onderzoek, wil ik even onderbouwen waarom dat onderdeel wat ons betreft wat minder kan. En dat wij eigenlijk ook nog missen, en dat is eigenlijk de vraag waarom dat niet gebeurd is, om ook eens te kijken, een peiling te doen bij omwonenden in de regiogemeente. Want dat zijn de mensen die we er extra bij zouden willen hebben. Dus weg bij betoog, meneer Katerberg, rond ik dit nu ook af. Wat ons betreft inzoomen op de ondernemers en de ervaring van de afgelopen zomer. En ik vraag dan ook aan de portefeuillehouder of dat een optie zou kunnen zijn. Pleit dus voor een groter onderzoek tegen minder kosten. Nee, niet groter. Andere accenten en meenemen wat er al is. En even op uw opmerking van de raad. Het is de raadscommissie die vanavond een besluit neemt om dit onderzoek al dan niet. Ja, ik was er al bang voor. Want het raadsvoorstel stond, dus dat raadscommissie wordt geadviseerd. De heer Nijhuis. Dank u wel, voorzitter. Nou, er is al veel gezegd, dus daar zal ik niet gaan herhalen of ingaan. Wat belangrijk is, zijn de resultaten van het onderzoek. Er staat in dat het uiterlijk februari 2016 gereed moet zijn. En dat is wat ons betreft te laat. In verband met vakantieplanningen is voor winkeliers en personeel van belang dat ze in januari weten waar ze aan toe zijn. En als het onderzoek pas in februari kan worden besproken, en daarna nog besluitvorming moet plaatsvinden, dan doen we geen recht aan de grote belangen die daar bij dit onderwerp zijn. Op pagina 7 van staat bij de projectplanning ook een bespreking en afronding van het onderzoek in week 51. Nou, volgens mij duurt dat niet zo lang meer, maar in hoeverre is dat dan mogelijk of wordt dat gehaald? Wat we belangrijk vinden bij de enquête van winkeliers is dat wij vinden dat circa 90% van de winkeliers gevraagd, zeker geënquêteerd moet zijn om een representatief beeld te krijgen. Net wat mevrouw Lagazel schetste, als die mensen daar weinig tijd nu voor hebben en dat gebeurt dan te weinig, dan heb je maar een zwak beeld, terwijl het voor hun van belang is. Dus wat ons betreft is dat ook een soort inspanningsverplichting richting de onderzoekers. Dank u wel. De heer De Jonge. Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, laat ik beginnen met de inleiding, het reageren op de inleiding van de heer Van der Mooren, want die onderschrijf ik. Dat er ook wat ons betreft geen nut en noodzaak is voor het onderzoek. Want de ervaringen die we in vier zondag gedaan hebben, die hebben al voor zich gesproken. Dus eigenlijk is het zonde, dat onderschrijf ik wat de heer Van Mooren zegt, dat we hier voor 10.000 of 15.000 euro een onderzoek nog moeten doen. Voorzitter, ja, dat bevreemd me wel een beetje het politieke debat vanuit de VVD. Want ik vraag me nu af van waarvoor ze tegengestemd hebben de vorige keer. Maar goed, voorzitter, democratisch. Meneer De Jonge, dit gaan we niet doen, hè? Er is een democratisch besluit genomen, voorzitter, een abonnement is meneer De Jonge, dit gaan we niet doen. Wij gaan vragen stellen over dit onderzoeksrapport en we gaan niet discussiëren met andere partijen over eerder ingenomen standpunten. Voorzitter, ik zal mijn verhaal afmaken. Voorzitter, wij zullen ons neerleggen bij het democratische besluit wat genomen is op 2 juli en dat er een abonnement is aangenomen over een onderzoek. En wij willen dan ook wel even reageren op de punten uit het onderzoek. Voorzitter, wij hebben gezien dat de horeca niet meegenomen wordt bij het onderzoek. En wij zouden toch graag zien dat de horeca, ook gezien de ervaringen die zij afgelopen zomer gehad hebben, dat daar ook vragen gaan en dat daar of een interview gehouden wordt. Ja, voorzitter, ook gezien de korte tijd, is net ook al aangegeven, hechten wij heel veel waarde aan een hoge respons. Dus wij zouden toch nog wat meer energie willen zien in het verkrijgen van die respons. Ja, voorzitter, en dat betekent eigenlijk, dat is onze wens, dat naast steekproef van 2000 brieven er een mogelijkheid zou moeten worden geschapen, en ik hoop dat het binnen die 15.000 euro past, om via internet de enquêteformulier in te vullen. Ja, voorzitter, wat we ons wel afvragen is, want dat vonden wij eigenlijk niet voldoende terug in het overzicht, is van op welke wijze de passanten bereid worden in die proefperiode. Want zeg maar, die grote groep passanten die wij in de zomerperiode gezien hebben, die gebruik hebben gemaakt van de winkelopening, die zul je niet meer bereiken. Dus wij hebben eigenlijk een voorstel
om via de databank die wij hier in het gemeentehuis hebben over de toeristen, dat zijn de forense belasting die we heffen bij mensen, dat je van daaruit wellicht daar ook een enquête heen kunt sturen van hoe die mensen kijken en of ze gebruik hebben gemaakt van de winkelopening van afgelopen zomer. Voorzitter, dan is ons wel wat opgevallen, want op bladzijde 6 van het projectvoorstel staat dat we in week 45 gaan starten. En dat is volgens mij al geweest. Dus de vraag is zijn we al gestart of is dat een slip of de pen? En dat waren mijn vragen, voorzitter. Mevrouw Bakelaar. Dank u wel, voorzitter. Ik zal mij gezien het voorgaande beperken. CDA-fractie vraagt zich af of dat we toch beter kunnen omgaan met de reeds bestaande gegevens. Als je ook kijkt naar passantenonderzoek wat heeft plaatsgevonden in de zomer. Als je ook kijkt naar de pilot inderdaad, die ook in het amendement is opgenomen. Dan heb je in ieder geval al een aantal onderzoeksgegevens zou je moeten hebben. Wat ons betreft hebben we een andere prioriteit dan de VVD-fractie. Als we dan toch moeten prioriteren, dan vinden wij het van belang dat de inwoners worden meegenomen. Het winkelend publiek. En zeker natuurlijk ook de ondernemers. Maar die hebben op een aantal andere momenten ook al aan kunnen geven wat zij ervan vonden. En wat ons betreft is het van belang dat de inwoners in deze ook gehoord worden. CDA hecht aan een goed onderzoek. Vraagt zich alleen wel af de haalbaarheid. Dus wat inderdaad de VOV-fractie ook vroeg. In hoeverre is dit nu nog haalbaar? En anders gaat de CDA-fractie ook voor een wat sobere versie. Ook in de zin van haalbaarheid. Dank u wel. Het woord is aan de heer Bouwmans. Dank u wel, voorzitter. Ja, er valt veel over te zeggen, heb ik gemerkt, in ieder geval in de eerste termijn. En er valt ook veel over te vinden. Dat is in ieder geval ook wel iets wat opvalt na de eerste termijn. Maar misschien toch maar goed even terug naar het onderzoeksvoorstel, want feitelijk is dat de opdracht die het college heeft gekregen en die ook op mijn bureau is geland. En dan is de vraag, zou dit onderzoek nou inzicht kunnen geven, de vraag of je er al dan niet verstandig aan doet om de winkeltijden in Ommen te verruimen. En ook is dat een discussie waar je heel principieel iets van kunt vinden en waar je ook wat pragmatisch iets van kunt vinden. En dat zal ongetwijfeld bij elkaar komen en dat onderzoek zal daar al dan niet een bijdrage aan helpen. Maar wat ik in ieder geval hoop is dat het objectief een inzicht geeft in de vraagbeantwoording, de behoefte, het gebruik dat ervan gemaakt kan worden en dat daarmee ook een keuze gemaakt kan worden door de raad op een tijdig moment. Er zijn een aantal opmerkingen gemaakt, die zal ik proberen, voorzitter, om die bijlangs te gaan. Ja, ik denk dat op zich dit onderzoek, begin ik maar met de heer Van der Moor, nog wel goed inzicht geeft of inzage geeft in de wensen van de winkeliers. Overigens, een aantal van u heeft ook opmerkingen gemaakt over wat nou voldoende winkeliers bereikt. Ja, het is ook een beetje eigen verantwoordelijkheid, denk ik. Wij doen nu een onderzoek. Het kost geld genoeg, hè. 15.000 euro is een fors bedrag. Hoogst geen raar bedrag voor een onderzoek van deze omvang. Maar winkeliers hebben natuurlijk ook gewoon zelf belang bij, zou ik zeggen, om hun mening naar voren te brengen. Ik denk ook dat de onderzoekers hun uiterste best zullen moeten doen om de winkeliers te bereiken. Maar ik denk dat omgekeerd ook geldt dat dit ook de kans is voor winkeliers om nou ja, in ieder geval te laten weten wat ze ervan vinden. En ik denk dat het ook wel gaat gebeuren. Wethouder Ter Kerst en ondergetekende waren deze week op een bijeenkomst die over centrumontwikkeling ging. En daar kwam het thema ook al naar voren. En daar heb ik in ieder geval zelf al een voorproefje mogen ervaren van hoe daarover gedacht wordt. Dus eigenlijk twijfel ik er niet zo aan dat er wel feedback op komt. De heer Van der Moor zei ook van ja, dat zou eigenlijk vooraf moeten gaan met de vraag of er wel of niet behoefte is aan de openstelling. Ik weet niet of die zo expliciet in het onderzoek zit, maar die vraag zal in ieder geval wel aan de orde zijn. En daaraan gelijk stelde hij ook de vraag van, er was nog een vraag en de offerte moet wel of niet gevraagd worden of waar iemand woont. Nou, ik ben het met hem eens, die vraag zou gewoon gesteld moeten worden, want dat is natuurlijk ook gewoon relevante onderzoeksdata. Overigens, dat onderzoek
dat in het kader van de centrumontwikkeling heeft plaatsgevonden, wat een breed onderzoek was, waar ook iets gevraagd is rond de koopzondag, was ook een van de inleidende vragen van waar komt u vandaan? Dus zeg maar in dat onderzoek wat veel breder was en eigenlijk niet over de koopzondag ging, of over de verruiming van de winkeltijden, zo moet ik het misschien beter zeggen, kan dat ook naar voren. Dat geeft wel een mooi inzicht. Nou, dan de heer Moerman, die vraagt eigenlijk daar ook over. Hè. Kun je die nou gebruiken? Nou, die enquêtes zijn gewoon wel interessant, maar geven me een heel beperkt inzicht in de materie. Dus zeg maar, dit onderzoek moet echt wel een wat diepere duiding kunnen geven. Nou, de offerte is gewoon nog geldig. Is overigens, zeg maar, richting de heer De Jonge is nog niet begonnen met de werkzaamheden, maar de offerte is al van een tijdje geleden. Dus de bedoeling van de onderzoekers was al om te beginnen. Dan maak ik meteen even een stapje naar de heer Nijhuis. Lukt het nou in januari? Ik denk het niet. In alle eerlijkheid, het onderzoek moet gewoon plaatsvinden. We zullen ons best doen om dat zo snel mogelijk af te ronden. Mijn zorg was eerlijk gezegd eerder of we überhaupt het wel voor elkaar zouden krijgen om het in februari af te ronden. Nou, dat gaat sowieso wel lukken. Zou het sneller kunnen, alleen maar goed. Want ik herken wel wat u zegt, hoe eerder je het weet, hoe eerder hier de discussie gevoerd wordt en er helderheid is, hoe beter het denk ik voor alle betrokkenen is. Dus we zullen ons best doen. Met de garantie dat het in januari klaar zou zijn. Dat sluit in ieder geval niet aan bij de offerte. En ik denk ook in alle eerlijkheid dat dat een te grote opgave is. Maar ik snap de vraag. En daar waar het snel kan, zullen we dat niet nalaten. Als men niet ten koste gaat van de zorgvuldigheid. Kan het onderzoek simpeler? De heer Moerman was eigenlijk de eerste die dat vroeg. En kan dat niet bijvoorbeeld omdat de ervaringen van de afgelopen zomer gebruikt kunnen worden? Nou, ik denk niet dat het onderzoek echt veel simpeler kan. De ervaringen van de zomer worden dus wel gebruikt. En die zullen ook gewoon input zijn voor het debat in de gemeenteraad wat mij betreft. Ja, er zijn wel een aantal uitbreidingsverzoeken. Mevrouw Lagas deed het onder andere een peiling van omwonenden in regiogemeenten. Wilde ook nog wel wat extra inzoomen op de ondernemer. Ja, die peiling bij omwonenden regiogemeenten is eigenlijk wel een nieuwe invalshoek, moet ik zeggen. Die zit in ieder geval niet in dit onderzoek. Nemen we nu niet mee. We hebben daar overigens wel in het kader van die zomerenquête wat gevoel bij. Dus u kunt daar wel, nou laat me zeggen, dat eerste gevoel zou u wel kunnen betrekken bij uw discussie. Maar het zou niet mijn voorstel zijn om het nu hier mee uit te breiden. Want zou je dat willen doen dan, en je wilt dat significant doen, dan denk ik dat het om een redelijk forse uitbreiding van het onderzoek gaat. Dat is mijn inschatting. Ik denk dat er op ondernemers goed genoeg wordt ingezoomd, is mijn inschatting. En staat u natuurlijk als gemeenteraad ook niks in de weg om tegen de tijd dat de uitkomsten bekend zijn, uw oor nog eens wat links en rechts te luisteren te leggen om te horen wat er zo van gevonden wordt. Overigens is mijn stellige indruk dat u zowel voor- als tegenstanders gaat vinden. Nou, de heer Nijhuis heb ik eigenlijk een belangrijkste vraag op beantwoord ook over zeg maar, het aantal winkeliers. We zullen ons uiterst best doen om het percentage zo hoog mogelijk te krijgen. Overigens bij de enquête van het centrumontwikkeling is de ervaring dat er ongeveer 50% participeert. Daar was de onderzoeker wel redelijk van onder de indruk moet ik zeggen. Omdat bij gelijksoortige onderzoeken in den landen de regel is dat ongeveer een derde respondent is. Dus 50% is eigenlijk wel goed. Dus we zullen hier ons best doen om het ook gewoon zo hoog mogelijk te halen. De heer De Jonge maakt een opmerking over de horeca. En dat die niet wordt meegenomen. Ik snap de opmerking. Ja, die zit nu niet aan het onderzoek. Daar geldt misschien een beetje hetzelfde voor als wat ik richting mevrouw Lagasse zei. Het is wel een uitbreiding. Horeca heeft natuurlijk de ruimte en mogelijkheid. En is ook al jarenlang gewoon geopend op tijden buiten de winkeltijden zoals we die nu kennen. Onder andere op de zondag. Wat ik me wel kan voorstellen is dat we ook kijken of we daar in ieder geval een reactie kunnen krijgen die we kunnen betrekken bij de bespreking. Dus ik zal even kijken in welke vorm dat kan, maar volgens mij kunnen we daar wel een vorm voor vinden die ook recht doet aan de discussie die hier gevoerd moet worden. Maar dat is geen onderdeel van het onderzoek, maar we zouden volgens mij de Koninklijke Horeca afdeling moet kunnen vragen om een reactie te geven op het rapport, zodat het ook onderdeel kan zijn van de bespreking. Ik weet niet of we ze daar erg mee belasten om die vraag te stellen, maar we kunnen het in ieder geval doen. Kan er nog wat energie worden gezet op een hogere respons, bijvoorbeeld via internet? Dat is een aardige suggestie. Ik weet alleen niet of die in de onderzoeksmethodiek past, maar die neem ik wel even mee. Want ik ben het met u eens, hoe hoger de respons, hoe betrouwbaarder de gegevens. Dus als wij op slimme en niet dure manieren dat kunnen doen, moeten we dat zeker niet nalaten.
Ja, dan de forensengroep, de mensen die forensenbelasting betalen, kun je die niet wat gerichter onderzoeken? Ja, ook dat is weer een uitbreiding waarvan ik zeg, nou, dat moeten we misschien nu niet op dit moment doen, want dan wordt het onderzoek nog weer groter van. Ik snap over de vragen wel, maar ik zou u dat voor dit moment willen onderraden. En dan denk ik dat ik de meeste vragen en opmerkingen ook vanuit de CDA-fractie meegenomen heb in mijn beantwoording, voorzitter. Dus daar wou ik het dan in de eerste termijn bij laten. Dank u wel. Wie wenst er een tweede termijn? De heer Van der Mooren. Dank u wel, voorzitter. Als ik goed heb geluisterd, dan heb ik toch nog iets niet gehoord. En dat is wanneer sprake kan zijn, of dat wordt meegenomen. Dat hoef ik niet nu uiteraard te weten. Maar aan welke criteria iets moet voldoen om te weten wat de werkelijke uitslag is. Dus wanneer, zo noem ik dat maar even kort, is dit onderzoek geslaagd? Dan bedoel ik natuurlijk niet, ook als een onderzoek niet dat oplevert wat je denkt dat het moet opleveren, kan het onderzoek op zich nog wel geslaagd zijn. Maar welke percentages gelden bijvoorbeeld voor het nemen van besluiten. Dank u. Mevrouw Lagas. Dank u wel, voorzitter. Allereerst de vraag over de termijn van de offerte. Die kwam door de titel van het stuk, want er staat namelijk raadsvoorstel. Dus nou, we zijn die commissie. Vandaar dat ik die vraag even stelde. Maar wat de portefeuillehouder aangaf om het gevoel van deze zomer mee te nemen in de enquête. Ik hoop wel dat de zaken die inmiddels via al die andere onderzoekjes die gedaan zijn waar u het net over had en wat ook aan u gepresenteerd is, of die in ieder geval als een bijlage bij de resultaten van het onderzoek kunnen, zodat we dit in onze afweging kunnen meenemen. Want uiteindelijk zijn we straks wel zelf verantwoordelijk voor de afwegingen wat het onderzoek ook oplevert. Maar ik zou graag die informatie daar dan wel bij hebben. Als dat kan. De heer De Jonge. Voorzitter, ik kan leven met de brief of de uitvraag bij de horeca, want we vinden het wel van belang, ook gezien de economie van Ommen, dat wanneer blijkt dat de horeca positieve geluiden heeft over de zondagen, dat het bij ons terechtkomt en ook onderdeel kan uitmaken van het debat. En misschien zou u hetzelfde kunnen doen bij in plaats van de forensenbelasting dat bij recreatiebedrijven kunnen uitvragen. Dat maakt het wel iets goedkoper en die hebben wellicht wel een infobrief naar hun vaste gasten. Voorzitter. Ja, enquête op internet betreft, kunt u dan op korte termijn daar een terugkoppeling over doen naar de Raad, wat de mogelijkheden daarvoor zijn en of dat binnen de huidige kosten past? Het woord is aan de heer Bouwmans. Dank u, voorzitter. Ik zit op twee iPads te lezen. Dan kun je net wat meer bladzijden tegelijkertijd bekijken. Dus dank aan de heer Ter Kust voor de digitale ondersteuning. Wanneer is het onderzoek geslaagd? Dat is eigenlijk wat de heer Van der Mooren vraagt. Ik snap die vraag wel. Ik heb jaren afstuderen begeleid en al dan niet geholpen aan een diploma. En dat was eigenlijk de eerste waar je goed naar keek, was de onderzoeksopzet. En zit dat een beetje deugdelijk in elkaar? Dat zal hier wel kloppen. Ik denk dat ook de onderzoekers bij de verantwoording iets moeten schrijven over van is het nou voldoende representatief. Nou, ik zei net al iets over wat gangbaar is en dat zullen we ook toetsen. En ik was ook niet van plan om u een half geslaagd onderzoek voor te leggen. Nu exact de vraag van wat het zijn vind ik wat ingewikkeld om dat te zeggen. Maar ik vind het wel, ben het volstrekt met u eens als iets €15.000 kost. Dan moet het ook gewoon een onderzoek zijn waar je op basis waarvan je in ieder geval iets kunt vinden. Dus dat heeft wat mij betreft gewoon voldoende aandacht. Daar zal ik in ieder geval zorg aan besteden zelf. Dat zeg ik u in die zin graag toe. Dat geldt ook voor mevrouw Lagas met extra informatie. Ik ben het helemaal met u eens. De informatie die we hebben stellen we u graag ter beschikking. Dus dat krijgt u. Maar dat is dan abstract van dat wat bredere onderzoek van de centrumontwikkeling. Waar u ook natuurlijk überhaupt wel over geïnformeerd zult worden. En dan de heer De Jonge, die is tevreden over de brief van de horeca. Voor wat betreft de recreatiebedrijven zit er in het onderzoek eigenlijk dat er gebeld gaat worden. Dus een telefonische enquête. En dat de verwachting is dat er zo'n 10 gesprekken gaan plaatsvinden. Dat is overigens ook de ervaring van het zomeronderzoek. Dat dus over de centrumontwikkeling ging. Toen is geloof ik, zeg ik even uit mijn hoofd, om met 9 recreatiebedrijven gesproken. En dat gaf wel in dat onderzoek een heel mooi beeld
over hoe er vanuit recreatiebedrijven in onze gemeente gekeken wordt naar de centrumontwikkeling in brede zin. Dus ik denk dat dat ook voor wat betreft de verruiming van de winkeltijden een goed representatief en ook kleurrijk beeld kan geven. Dus ik wou dat toch eigenlijk wel aan u voorstellen om dat in stand te houden. Als ik het niet zou doen en naar een brief zou vragen, zou ik denk ik net even wat kleuringen verliezen en naar waarde verliezen. Dus ik zou daar niet zo voor zijn. De enquête, hoe moet ik dat nou zeggen, de mogelijkheden via internet, daar kom ik gewoon bij u op terug. Dus ik ga met de onderzoekers opnemen of daar een mogelijkheid is en of dat een verbetering kan leiden die ook kostenneutraal is. Laten we daar maar even vanuit gaan. Als dat mogelijk is, dan moeten we dat denk ik gewoon doen. Maar dan meld u dat gewoon hoe we dat oppakken. En als het niet kan, meld ik u dat natuurlijk ook. Maar ik vind het een interessante gedachte. Dus wat mij betreft, als het allemaal haalbaar is, dan moeten we dat niet nalaten. Voorzitter, ik denk dat we het hier maar bij moeten laten in tweede termijn. Dan ligt nu de vraag voor of de raadscommissie besluit om INO Research de opdracht te verlenen. Wie is daar tegen? Dan kan morgen de opdracht bevestigd worden. Er is een raadswerkgroep bezig geweest over de burgerparticipatie. Die raadswerkgroep die bestaat uit Alice Makkinga, voorzitter, Suzanne Schepers van de LPO, Roos-Marijn Wernaars van D66 en Simone Pol van de Partij van de Arbeid. En René Tenking als griffier en ambtelijk ondersteuner. En mevrouw Makkinga heeft het woord. Goed. Inderdaad, dank u voorzitter. We hebben inderdaad als raadswerkgroep zijn we aan de slag geweest de afgelopen periode. Burgerparticipatie is natuurlijk niet helemaal nieuw voor Ommen. Sinds 2009 werkte onze gemeente ook al met diverse vormen van burgerparticipatie. In februari hebben wij hier als raad met elkaar het rapport van de Rekenkamer besproken. En we hebben toen ook die aanbevelingen van de Rekenkamer hebben we overgenomen. En u hebt toen ons als raadswerkgroep de opdracht gegeven om dat participatiebeleid te herijken. Nou, daar zijn we als werkgroep mee aan de slag gegaan. Ik neem u even mee van wat hebben we ongeveer gedaan. En wat, nou, het resultaat hebt u ook gezien, maar een paar punten daaruit wil ik graag met u delen. Nou, wat wij gedaan hebben is een aantal vergaderingen. We zijn begonnen met eerst maar wat praktische werkafspraken maken van wie doet wat en wanneer treffen we elkaar. Vervolgens hebben wij als eerste het begrippenkader wat verkend. Dat hebben we ook uitgewerkt. U treft dat ook aan in de notitie ruimte van initiatief als bijlage 2. Wij kwamen erachter, en het zal niet u niet vreemd in de oren klinken, dat er vele vormen van participatie zijn. Nou, en als je dan met elkaar over participatie hebt, dan heb je al gauw de vraag, waar heb je het dan over, hè? Om welke vorm van participatie. Dus vandaar dat we die verschillende vormen verkend hebben en dat ook in een notitie hebben weergegeven, zodat we weten waar we het over hebben. We hebben de aanbevelingen van de Rekenkamer, die hebben we doorgenomen, besproken met elkaar. En steeds ons afgevraagd van voor wie geldt deze aanbeveling nu eigenlijk. Geldt die voor enkel de raad? Geldt die voor de BOH of geldt die misschien voor beide? Dus dat hebben we ook geduid in de notitie. We hebben het huidige beleid in kaart gebracht. Dus wat is er al en wat werkt goed en wat moet misschien bijstelling hebben? En we hebben ook wat praktijkervaring opgedaan, oftewel we zijn de provincie ook wat ingegaan. We hebben meegedaan als werkgroep of deelgenomen aan de provinciale krachttour Overijssel. Dat was in juni, waarin allerlei initiatieven, met name in het Twentse, gepresenteerd zijn, werden in verschillende kleine groepen. Daar hebben wij aan deelgenomen. U hebt daar ook een boekje van bij de stukken gezien. We hebben een bezoek gebracht aan Deventer, aan het Havenkwartier en aan de Voorstad Oost. Het Havenkwartier is een wijk waarin, laat ik zo zeggen, van veel dingen moesten gebeuren, maar het niet gebeurde. En daar hebben ambtenaren, zijn eigenlijk samen die wijk ingegaan en met
inwoners gekeken van, nou, hoe kunnen we hier weer wat nieuw elan in de wijk krijgen? Nou, hoe ze dat hebben aangepakt, hebben ze met ons gedeeld. We hebben deelgenomen aan een leernetwerkbijeenkomst van Natuur en Milieu Overijssel samen met Alterra, waar het ging over het samenspel tussen burgerinitiatieven en overheden. En we hebben ook nog een gesprek gevoerd met de heer Hein Kuiper over het project Om een Mars. Nou, dat alles bij elkaar pakkend in de stukken die we dus besproken hebben en de excursies die we gedaan hebben, dat heeft geresulteerd in het voorstel wat nu voor u ligt, Ruimte voor Initiatief. En we hebben dat ook gedeeld gaandeweg het traject met toenmalige wethouder Klaas Smit en met mevrouw Leonie Dennenberg. Nou, en zoals u in het raadsvoorstel kunt lezen, doet de werkgroep u een aantal voorstellen. Allereerst om de verordening van het burgerinitiatief Nieuw Leven in te blazen. Volgens ons is het burgerinitiatief op zich erg veel te onbekend bij Ommenaren. Dus wij stellen voor om over het burgerinitiatief meer te communiceren. We hebben ook wat ideeën voor hoe je dat zou kunnen doen, maar gewoon dus meer bekendheid aan te geven. En we stellen ook voor in de huidige regeling staat dat je 18 jaar moet zijn, wil je een initiatief kunnen indienen. En wij stellen voor om dat te verlagen naar 14 jaar. En het aantal mensen die een initiatief moeten ondersteunen is nu 50 en wij stellen voor om dat te verlagen naar 25, zodat dus die drempel lager wordt. Wij stellen ook voor om het begrippenkader, zoals wij dat in die bijlage 2 hebben neergezet, om dat actief te gebruiken eigenlijk ook. En dus ook als je zegt, we hebben het over burgerparticipatie, ook te duiden wat voor type participatie dan bedoelt. Dus wees daar ook duidelijk in, want anders, zo is onze ervaring, kom je heel snel in spraakverwarringen. Dus geef aan, gaat het hier om adviseren, gaat het hier om co-produceren of gaat het hier om meebeslissen? De rekencommissie die heeft ons een groot aantal handreikingen, vuistregels gegeven. Die hebben wij ook in het rapport benoemd, pagina 4, in een wat compactere vorm. We hebben ze wel vuistregels genoemd en die vuistregels zijn niet benoemd om als weer de zoveelste spelregels. Maar die vuistregels die zijn juist bedoeld als een soort houding, een soort werkhouding van eigenlijk zou ik zeggen, zo zijn onze manieren. Zo doen we dat hier in Ommen. Dus niet, het is een stijl van, trek die burger er tijdig bij, informeer hem goed, wees duidelijk op wat voor type participatie het gaat. Maar wees ook duidelijk als dingen niet kunnen. Dus die spelregels die daarin zitten, evalueer en begin eerst even met de benen op tafel. Nou, een aantal van die spellen, dat is geen nieuwe regels als een keurslijf, maar veel meer, zo zijn onze manieren. Zo zijn ze bedoeld. Wij geven ook aan rondom die participatieladder, daar is de bovenste trede is meebeslissen en de trede daaronder gaat het om co-produceren. Nou, die twee tredes heeft ook door de Rekenkamercommissie aangegeven, daar doen we eigenlijk tot nu toe nog heel weinig mee of niets mee. En wij stellen voor om inderdaad daar meer mee aan de slag te gaan. En volgens ons is de nieuwe visie om in 2030 een uitstekend traject om dat co-produceren, om daar ervaring mee op te doen. Wij zeggen ook van, we hebben bij de bespreking met de Rekenkamercommissie gezegd, nou, we vinden het allemaal belangrijk om die participatie, burgerparticipatie, meer handen en voeten te geven. Nou, neem dan in een raadsvoorstel gewoon een paragraaf op of een onderwerp op van, als het om participatie gaat, dan gaat het bij dit traject om dat type participatie en zo willen we dat inzetten. Zodat we dus als raad ook weten van, wat is de bedoeling, daar kunnen we op reageren, of dat een goede manier vinden, ja of nee, maar in ieder geval, dan hebben we het erover. Als zesde punt geven we ook aan van dat burgerparticipatie natuurlijk een deel voor de raad is, maar ook vooral voor de BOH. En die vuistregels, die zo zijn onze manieren. Nou, we geven eigenlijk het BOH en het college daarmee het advies mee. Ga met die vuistregels gewoon aan de slag. Ga vanuit die houding, vanuit die werkhouding. En sommigen doen dat misschien al, maar anderen misschien wat minder. Ga daarmee aan de slag als het gaat om burgerparticipatie. En doen
brengt dat als het ware zijn manier van werken binnen die WOH als een werkhouding, als een vanzelfsprekende werkattitude. En wij stellen ook voor om de raadswerkgroep, en of dat dan in deze samenstelling moet zijn, daar kunnen we over discussiëren. Maar in ieder geval, om nu niet te zeggen het is klaar, nee, volgens ons begint het nu eigenlijk pas, van om ook die raadswerk of een raadswerkgroep de opdracht te geven om te monitoren, van doen we nu ook de dingen die we zeggen te doen? En doen we ze ook op de goede manier? He, dus stop nu niet, maar laat een aantal mensen van ons, van onze raad, meekijken, monitoren of we inderdaad ook de goede dingen doen en op de goede manier. En nogmaals, ik denk van we zijn al wel wat langer met burgerparticipatie bezig, maar ook om te oefenen met die co-produceren en beslissen, dat vraagt ook om, zeg maar, het is een soort groeimodel, het is niet statisch, maar je moet er ervaring mee opdoen, evalueren, verbeterpunten benoemen en dan leer je daarvan en dan kun je weer een vervolgstap zetten. Tot zover wat betreft mijn toelichting op het op de notitie Ruimte voor Initiatief. We hebben een korte reactie ontvangen ook van het college. Nou, dank voor de waardering die u uitspreekt voor het werk wat we als werkgroep gedaan hebben. Verzet hebben. En ook goed om te lezen dat het college ook zegt van we willen eenzelfde stap zetten. Ook samen met de BOH het doorontwikkelen van burger- en overheidsparticipatie. Dat is altijd oppakken. Top, zou ik zeggen. Wat ons wat verbaast is, volgens mij is dat echt de laatste zin op pagina 1, van de, zegt hij van in onze optiek, nee, dan zegt hij eigenlijk van geen nieuwe spelregels wilt opstellen. Nou, ik heb hier staan, ik ben dus benieuwd van wat voor spelregels, maar ik hoop dat ik ondertussen ook een beetje duidelijk ben dat wij juist geen nieuwe spelregels hebben willen opstellen, maar meer een werkattitude. En u schrijft ook van, het is van belang te vinden dat de uitgangspunten van beleid ook daadwerkelijk werkbaar en uitvoerbaar zijn in de praktijk. En ik was even benieuwd, staan er dan in uw optiek ook niet werkbare of onuitvoerbare spelregels of punten in? Tot zover, voorzitter. Nou zit ik eigenlijk een beetje met uw vragen aan het college, want de bedoeling van vanavond is om input te leveren en vervolgens met een definitief raadsvoorstel te komen. En wellicht dat het college op basis van dat definitieve raadsvoorstel nog met andere overwegingen komt. Dus ik zou voor willen stellen om ons te beperken tot de input vanavond. Wie wenst de input te leveren? De heer Marsman. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Nou, ook vanuit de kant van de ChristenUnie complimenten voor de leden van de raadswerkgroep voor het aanleveren van deze notitie. Ruimte voor initiatief. We hebben in ieder geval weer een volgende stap gezet in de procedure van de omschakeling van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie. We hebben het stuk ook zorgvuldig doorgenomen en we beseffen ook dat het gaat om een bespreking en uiteindelijk zal er een definitieve versie ontstaan. Een aantal punten zou ik graag naar voren willen brengen. Wat ons nog heel goed is bijgebleven in het rapport De Burger aan Zet zijn een tweetal punten. In de cases die daarin genoemd werden en ook in hoofdstuk 8 als het ging om die handreiking werd er geconcludeerd dat er veel te weinig werd geëvalueerd. En dus werd er ook niks geleerd, zo stond het letterlijk. Er werd geadviseerd om dit zo snel mogelijk op te starten. En dit advies komt nu ook op pagina 5 van deze notitie naar voren. En toch missen wij eigenlijk in hoofdstuk 2, 3.2, waar dan de concrete voorstellen staan, welke actie hierop gedaan kan worden. Want het lijkt ons gewoon een quick win als in de procedures die er hier lopen over burgerparticipatie, dat het gewoon als een vast onderdeel wordt opgenomen, dat er gewoon geëvalueerd gaat worden. En dat hoeft ook niet heel veel extra inspanning te kosten, maar dan doe je in ieder geval een heel nuttige evaluatie. Een ander punt wat is blijven hangen is dat uit dat rapport van februari van dit jaar is dat, dat er stond dat de inwoner van Ommen eigenlijk al veel verder op die ladder staat dan eigenlijk de bestuursdienst zelf. En ook de gemeenteraad werd daarbij genoemd, stonden op die ladder.
zelfs zodanig hoger dat er ook gesproken werd over frustratie van de inwoner over ten opzichte van de BOH. He, kwam de bestuursdienst niet verder dan de eerste twee sputten van de ladder. Adviseren, dat is informeren inderdaad. De inwoner staat er vaak al op adviseren en co-produceren en zelfs meebeslissen. Een beetje afhankelijk van welke case er liep. Onze vraag is dan ook van wat er nu dan concreet wordt gedaan of wordt geadviseerd om juist die bestuursdienst en ook de gemeenteraad en ook het college mee te nemen naar die hogere niveaus op die ladder. Nou, verder zien we in het rapport twee concrete voorstellen staan om het burgerinitiatief wat meer leven in te blazen. Nou, wat ons betreft zijn dat voorstellen waar we mee kunnen leven. De jeugd meer betrekken en ook de drempel wat verlagen door terug te gaan van 50 naar 25. Wat ons betreft prima, maar het betreft wat niet echt de kern van het oorspronkelijke rapport van de Rekenkamer, maar we kunnen ons er wel in vinden. Ons inziens is het toevoegen van het paragraaf participatie bij de raadsvoorstellen te laat. Er liggen dan vaak al concrete voorstellen en er hangen vaak ook al kant-en-klare onderzoeksrapporten aan. En volgens mij moet je dan ook al veel eerder aan participatie gaan denken voordat je het gaat hangen aan een raadsvoorstel. En als ik dat verkeerd interpreteer, dan laat ik me graag overtuigen dat het anders bedoeld is. Maar als het echt aan een raadsvoorstel wordt gehangen, dan is het volgens mij te laat. Het voorstel om het college te verzoeken te stimuleren dat medewerkers, en dat was een hele mooie volzin, dat de medewerkers van de BOH actief inbreng leveren op het participatiegebied en zo de uitvoering en ondersteuning ervan bevorderen om zo tot een cultuuromslag te komen, is natuurlijk heel sympathiek, maar tevens heel erg vaag. Want wat betekent het woordje stimuleren? En ik besef dat ik nu wat meer tussen u en ook het college kom met deze vraag, maar... waar wordt er dan precies aan gedacht? Het experiment, benoemd op bladzijde 2 van de raadscommissievoorstel, wat verder uitgewerkt wordt in hoofdstuk 3, is interessant. Er wordt hier voorgesteld om bij het maken van de toekomstvisie gemeente Ommen 2030, participanten uit de samenleving mee te nemen als co-producenten. We praten dan over de vierde trede van de ladder. En dat lijkt ons heel erg ambitieus. Omdat met name van de BOH en de gemeenteraadsleden en het college veel zal vragen. Maar desondanks staat ons dat idee wel aan. En onze laatste opmerking betreft dan ook eigenlijk dat experiment. Daar zit ik misschien ook weer een beetje in het midden tussen u en het college. Want er is een paragraaf financiën opgenomen en daarin zien wij het bedrag van 15.000 terugkomen. En ik neem aan dat het bedrag is wat eerder ooit 40.000 is geweest in het raadsprogramma. Later teruggebracht is in de kadernota teruggebracht is van 40.000 naar 15.000 euro. Door inzet van het budget, andere inzet van het budget werd er toen aangegeven. Maar nu constateer ik dus dat we daar ook nog een experiment aan gaan hangen. In het rapport wordt ook gezegd van dat heel veel inspanning zal vragen. Ook heel veel intensieve begeleiding. En onze vraag is dan wel, gaat het allemaal passen? En het moet wel zo zijn van als we een experiment starten, dat we hem ook goed starten. En als blijkt dat we niet voldoende middelen hebben om zoiets te doen, dan kunnen we het beter niet doen. En dat was onze bijdrage. Dank u wel, meneer de voorzitter. De heer Bommers. Dank u wel, voorzitter. Ja, wij willen ook graag de raadswerkgroep complimenteren met de inzet en zeker ook met de uitkomsten. Prima werk. Je maakt ze ook sterk voor de implementatie, dat zie je het ook. We hebben begrepen dat vanuit het college daar in ieder geval een conceptprocedure zou kunnen worden met de ommermotief. Op zich vinden we dat een prima inzet. Wel zouden wij het graag zien bij wat meer onderwerpen en projecten. En dan liefst ook bij wat meer concrete zaken. Niet om terug te vallen in het verleden, maar bijvoorbeeld afvalinzameling had wat ons betreft een prima voorbeeld kunnen zijn van participatie. Maar ze zullen er ongetwijfeld in de toekomst pragmatische punten zijn waar dit van toepassing is. U zegt zelf van laten we ermee starten en laten we er ervaring mee doen en laten we het evalueren.
Doe dat dan ook met kleinschalige en niet ver weg liggende projecten, maar ook met zaken die heel dichtbij liggen, waar je ook heel snel kunt evalueren en waar je ook heel snel kunt scoren. En voor het overige kan ik me in grote mate aansluiten bij de vorige spreker, voorzitter. De heer Moerman. Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, ik kan me ook aansluiten bij de complimenten die al gegeven zijn, vanzelfsprekend. Wat betreft is een prima stuk, vinden wij ook inderdaad. Het is ook heel mooi om te horen dat de raadswerkgroep ook wil blijven functioneren in deze raadsperiode. De voorstellen die gedaan worden ten aanzien van de verlaging van de leeftijdsgrens en het aantal deelnemers. Uitstekend natuurlijk, want je moet het zo laag drempelig mogelijk houden. Ik heb verder geen vragen. Dank u wel. Mevrouw Lagas. De vragen en opmerkingen zijn eigenlijk allemaal al wel gemaakt. De VVD-fractie wil nog wel even stevig onderstrepen het belang van het meenemen van bestuur, raad en BOH in dit proces. Want het vraagt best wel wat in cultuur hiervan, als je dat goed wilt doen. En er zullen ook wel voorbeelden, jullie zijn mooi op excursie geweest bij allerlei gemeentes. En jullie hebben heel veel mensen gesproken, dus ik kan me zo voorstellen dat daar ook al wel ervaringen mee zijn opgedaan. En dat we wat dat betreft niet het wiel opnieuw hoeven uit te vinden. En wij onderschrijven natuurlijk ook de complimenten dat jullie hier zo voor ingezet hebben. Rondom de leeftijdsgrens en de aantallen, nou, daar komen we bij het raadsvoorstel nog wel even op terug. Maar in ieder geval hopen dat we daar een goede onderbouwing van hebben. Vooral die leeftijd van 14 en waarom er niet bijvoorbeeld voor 16 gekozen is. De heer Mors. Dank u, meneer de voorzitter. De stukken heb ik met als onderwerp participatie in omgekeerde volgorde gelezen. Namelijk eerst de reactie van het college en daarna de stukken zelf. En de kern kwam er heel duidelijk uit. Meer bekendheid geven aan participatie, drempelverlagend en ambtenaren stimulerend om los te laten. Maar wat ik ook las in de bestuurlijke reactie, dat was dat de gemeente zich heel erg bewust is dat het niet allemaal in regeltjes te vatten is. Nou, prima. Zeker voor die twee hoogste treders in de participatieladder. Grote pluim voor deze manier van denken. En als ik dat mag omvormen naar een vraag, bent u bereid deze pluim in ontvangst te nemen? In de bestuurlijke reactie lees ik ook dat de gemeente er naar streeft om gebruik te maken van nieuwe eigentijdse instrumenten. Ik heb dat onderdeel overigens niet in de notitie zelf gelezen, bent niet tegengekomen. Dus mijn vraag, heb ik het goed gelezen of heb ik iets over het hoofd gezien? En met betrekking tot het burgerinitiatief viel me uiteraard ook op dat het wel een hele forse drempelverlaging is. Zowel het aantal indieners als ook de leeftijd. En ik zou mij dus kunnen voorstellen dat er een mogelijkheid bestaat dat een docent maatschappijleer dit in de klas gaat inbrengen. Want in de klas zitten meer dan 25 leerlingen die allemaal ouder zijn dan 14 jaar. En dat is een prachtig afstudeer- of praktijkproject. Is dat onderkend door de commissie? En is dat nou juist een bedreiging? Of zie je het nou juist als een kans? En wij zijn ook een voorstander van out-of-the-box denken. Echter, ik weet dat er uiterlijk 18 april 2016 een aanpassing komt van de nieuwe aanbestedingswet in Nederland. En die stelt wat extra eisen aan transparantie, voorkennis, integriteit en meer van dit soort zaken. Ik vind het prachtig als er wat meer wordt losgelaten, maar we mogen niet verzanden in een juridisch onbegaanbaar traject. En tot slot nummer 4, bijlage 4, de verordening. Inhoudelijk heb ik het al gehad over de leeftijd en het aantal initiatiefnemers, maar artikel 5 doet volgens mij geen recht aan wat ik eerder heb genoemd, de bestuurlijke reactie waarin wordt gemeld over nieuwe eigentijdse instrumenten. Het is namelijk nog antiek, op papier, feodaal. Kom ik op mijn vraag. Is er over nagedacht om artikel 5 te moderniseren? Tot zover, dank u.
Ik zit een beetje met uw vraagstelling over de collegebrief, want daarvan had ik aangegeven van het gaat om de notitie. En die collegebrief die komt straks wel bij definitieve voorstel. Van, want ik zit ook even naar de tijd te kijken van het gaat om de input naar de werkgroep toe. En dat is de essentie van dit onderdeel. Ben ik met u eens, alleen de collegebrief gaf juist handvatten om het mee te nemen in de notitie als aanvulling. Oké. Okay. De heer De Jonge. Ja, voorzitter, complimenten zijn ook zeker op zijn plaats. En het doet ons deugd, voorzitter, om te zien dat de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie en ook al noem je ze vuistregels, overgenomen worden. Want daarmee geef je ook aan dat je als gemeenteraad de Rekenkamercommissie serieus neemt. Voorzitter, voor wat betreft de VOV-fractie, en ik weet niet of dat helder genoeg erin staat, wat mij betreft kan dat aangescherpt worden, staat... moet vastkomen staan vooraf dat je een participatietraject aangaat van waar de ruimte ligt voor degene die participeren. Wat kan wel en wat kan niet. Ik heb het al eens eerder genoemd in de bijeenkomst van de Rekenkamercommissie van het mag geen sessie worden waar een organisatie het visnetje ophaalt om wat zelf nodig heeft. En dat geeft wat mij betreft, voorgaande sprekers hebben dat ook al aangegeven, zou het van belang zijn dat bij een traject die rijp is voor burgerparticipatie, er bij een voorgenomen besluit een soort, noem het maar, projectplan komt, waarin staat van wie er betrokken wordt, wanneer je betrokken wordt en wat je gaat doen met de input. Want in onze optiek is daar de succes van zo'n burgerparticipatie zeker van afhankelijk. Voorzitter, dan even... De twee inhoudelijke punten die gaan over de leeftijd, bladzijde 7 en dat gaat over artikel 2. Ja, wat ons betreft vinden wij 14 jaar wat aan de lage kant. Ik zou me kunnen voorstellen dat er onderwerpen zijn waarvan je kan kiezen van dat daar kinderen van 14 jaar in mee participeren. Maar dat zou je dan per onderwerp moeten kunnen beslissen. Wij zouden graag zien dat de 18 jaar... vast komt te staan met een ontsnappingsclausule waar je per onderwerp kunt bepalen van of daar 14-jarigen aan deel kunnen nemen. En eigenlijk, voorzitter, zeggen we hetzelfde bij van 50 naar 25. Wij vinden 50 eigenlijk toch wel de ondergrens voor het participeren. En daar wil ik het belaten. Mevrouw Bakelaar. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, meerdere hebben het al gezegd, maar complimenten voor het goede stuk wat er ligt. En ook het tijdstip is denk ik noodzakelijk om ook een stappen te zetten, vervolgstappen te zetten als het gaat om participatie. Een aantal keren is het al genoemd, maar de randvoorwaarden om dit te laten slagen zijn zo cruciaal. En die zitten in de cultuur, die zitten in vertrouwen in elkaar. En die zitten ook in loslaten en die zitten ook in vraagverlegenheid. Want laten we ook niet vergeten dat als wij zeggen er is een innovatiefonds, kom vooral bij ons en wij zorgen dat het gaat lukken. Zo werkt het niet. Dus het is een kwestie ook van halen en brengen. Ik denk dat dat ook iets is wat misschien meegenomen kan worden door u ook in het rapport. Van hoe gaan we dat dan vormgeven? Want als we kijken... vertrouwen, nou dat weten we allemaal, hè? Komt de voet, gaat de paard. En... ik denk dat het wel goed is om te kijken, hoe doe je dat nu concreet binnen dan de BOH? En je ziet daar, mevrouw Legas gaf het aan, maar ik geloof ook meneer Bongers, van hoe ga je dat dan concretiseren? Want het is nu nog wel vaag. En kijk dan ook eens inderdaad naar andere gemeentes. Want daar zie je bijvoorbeeld ook dat er tijd wordt gestoken in bijvoorbeeld contactambtenaren. En die zijn dan als het ware de smeerolie in de samenleving. En die hebben dus ook de contacten in alle buurtschappen en de kernen van wat er speelt, wat er loopt en wat er mogelijk is. Dus ook om te zorgen dat daadwerkelijk de randvoorwaarden die wij dan kunnen bieden als gemeente ook worden opgepakt. En waar er daadwerkelijk ook dat setje wordt gegeven wat soms nodig is. En ik denk dat dat wel van belang is in dit verhaal. Als je kijkt ook naar de doelgroep 14 jaar, ik vind dat wel een uitdaging. Ik zou die ook zeker aan willen gaan, maar het zou mooi zijn als je dat ook in combinatie met onderwijs kan doen. En wat kan de raad dan ook, wat kunnen wij betekenen als politiek, maar sowieso ook als inwoners, richting elkaar, maar dan als raad om daar even bij te houden van wat kunnen wij doen richting het onderwijs. Kunnen wij zelf ook voorlichting geven, kunnen wij zelf ook, nou ja, daar ook echt in participeren om te laten zien dat wij dat dus ook van belang vinden. Op het moment als wij vertrouwen uitstralen, dan straalt dat ook uit naar de instellingen, straalt dat ook uit naar de inwoners en komt dat dus op een hele mooie participatieve manier weer naar ons terug. En daar geloof ik echt in.
Ik hoop dus ook dat we op een gegeven moment na een jaar of zo een eigen krachttoer om me hebben. Of Vechtal. Dat hoop ik. En ik denk dat we dat alleen maar kunnen krijgen als we geen verordeningen hebben. Dus geen drempels. Juist geen drempels. Laten we het dan vuistregels noemen. Maar heb het lef om daadwerkelijk niet alleen in die ladder te kruipen. En de ChristenUnie gaf wel aan van nou, dan wordt het wel heel spannend. Hè? We moeten ook kijken, kunnen we zelf meelopen? Nou, laten we de burgers inderdaad maar de ruimte geven. Dus we echt de ruimte geven? Laat maar ruimte geven. En dan moeten wij ook meelopen. En ik denk dat dat een heel erg mooi experiment is. En dat kun je dus doen bij hetgeen u al aangeeft, dus ook met de strategie. Maar zeker ook wat meneer Bongers ook aangeeft, van, ja, doe dat ook gewoon bij de concrete zaken die er liggen. Maar vooral niet te krampachtig. Want daar gaat het vaak mis. En zet ook mogelijkheden dan neer. Hè? Al zijn het maar de kleine budgetten van het innovatiefonds. Maar laten we op dat soort manieren nog meer gaan experimenteren. En dan ook zeggen van het jaar van 2016 in het kader van burgerparticipatie is dan ook echt het experimenteerjaar. En er mogen zaken fout gaan. Dat is geen enkel probleem. Want daar leren we van. Het kader ook wat de ChristenUnie zegt. Je moet er ook van leren. En je moet met elkaar daar wel met z'n allen in meedoen. En dan wordt het een succes. In het kader van communicatie, nou heb ik al genoemd inderdaad onderwijs. Dat zou ik heel mooi vinden als we daar zelf ook iets in kunnen betekenen. Maar ook het onderwijs daarin mee laten participeren. En dus ook iets in de zin van met de ambtenaren. Ja, kun je iets van contactambtenaren of in de zin van hoe gaan we dat dan ook echt anders doen met elkaar. En misschien kan juist in het kader van alles wat we nu gaan opzetten, kun je daar ook scholen in meenemen, mbo-scholen, om het ook als een opdracht met elkaar te doen. Want er komt best wel heel veel bij kijken. En ik zou willen afsluiten van ja, in het raadsvoorstel toevoegen, zeg maar naast een regel als communicatie, ja dan zijn we al te laat. Want het is een manier van werken, het is een manier van voelen, het is een manier van doen. En ik hoop dat het echt gaat lukken en dat we er met z'n allen ook ja tegen zeggen. Tot zover. Ik denk dat er behoorlijk wat is opgehaald voor de commissie om nog eens weer kritisch te kijken naar de notitie. We hebben in ieder geval discussiestof over de leeftijd, hè, 14, 16, de groepsgrootte 25, 50. En mocht u nou de onbedwingbare lust hebben om toch nog even te reageren, mevrouw Magiga, dan geef ik u 2 minuten de tijd. Ja, heel kort. Nee, inderdaad, dank ook voor de input. Want het is best een beetje een zoektocht. Hè. We beginnen nu en we zijn er nog lang niet. Dus in die zin, een aantal punten wat ook aangereikt is van denk daar nog eens kritisch over na. Dat zullen we ook zeker doen. En ik denk ook dat, een paar opmerken ook van wat onder andere de ChristenUnie heeft gezegd, van evalueer. Nou, dat hebben wij ook willen aangeven. Doorloop die cyclus. Begin niet aan iets wat je niet afmaakt. Neem inwoners vroegtijdig mee. Zeg ook waar hun mogelijkheden liggen. En de suggestie die ook hier gedaan werd om scholen erbij te betrekken. Nou, dat vind ik een suggestie die mij zeker aanspreekt. En waar we ook in de commissie al over hebben gehad. En ook over die leeftijd. Dus wat dat betreft een aantal punten om mee te nemen. En dank voor alle complimenten die gegeven zijn. De rondvraag. Ja. Mevrouw Magiga. Mag ik hier wel even doen? Hè? Ik heb een punt voor de rondvraag. Dat sluit wel heel bijzonder aan misschien. Maar ik woon aan de Koe voor de Weg, zoals velen wel weten. En daar zijn per 1 november de paaltjes van het fietspad weer weggehaald. En wij worden nu weer geconfronteerd met auto's die een zeer oude navigatie hebben en die chasen dan over het fietspad. Nou, voor kinderen die naar de lagere school gaan, zeer gevaarlijk. Maar ook voor de oudere jeugd die naar Hardenberg fietst, zeer gevaarlijk. En mijn gedachte is van, die paaltjes worden er altijd uitgehaald omdat het op 2 november gaat sneeuwen hier in Nederland. Dat is vaste prik. 3 november zitten we vast, bijna thuis kunnen we het huis niet meer uit. En 1 maart, dan ontwaken wij weer. Nou, ik heb altijd wat andere weersgevoel.
En daarom zou ik willen voorstellen om die paaltjes erin te laten staan, zodat we zeker weten dat daar niet onverwacht allerlei auto's langs rijden. En met plaatselijk belang Steger, Junne en Arjen te overleggen of bepaalde inwoners zich verantwoordelijk willen maken voor die paaltjes. Op het moment als het echt gaat sneeuwen, halen die inwoners echt die paaltjes dan weer weg. En als ze het weer in kunnen, zetten ze het weer in. Wethouder, wat vindt u van dit kleine burgerinitiatiefje? Vanuit de gut feeling. Ja, loslaten, hè. Ja, het is natuurlijk wel heel erg flauw. Ik ken de situatie niet en ik ken de reden ook niet. En ik zou moeten nagaan van waarom die paaltjes daar ooit gekomen zijn en waarom ze dan in het winterseizoen weggaan. Wat de voor- en de nadelen zijn. Kijk, als het dus inderdaad zo is dat het raadsbreed gedragen wordt, dat we het een keer proberen om het een keer in het winterseizoen niet te doen, op het gevaar af dat, dan ben ik best bereid om, gezien het vorige, om eens een keer los te laten. Dus ik kom erop op terug nadat ik het in het PFO heb besproken. Vindt u dat goed? Nou, ik nodig u graag uit voor een heel klein werkbezoekje bij mij thuis. Laat ik het u zo zien hoe het zit. Het scheelt, mijn winterbanden zitten er al onder. Goed, na het winterbanden intermezzo gaan we over naar de heer De Jonge. Ja, voorzitter, ik kan me voorstellen dat er niet gelijk geantwoord kan worden op deze vraag. Maar dan hoor ik het wel en dan zie ik het wel schriftelijk tegemoet. En dan gaat het over Ommen-Oost. Want daar hebben we wat bijeenkomsten georganiseerd. En in die bijeenkomsten, ook in informatiesessie hier in de raad, is aangegeven dat bij bouw eigenlijk alles mag, alles mogelijk was. En dat burgers ook... We houden het even centraal. Ja, als meneer de Vries Cobres hierover wil discussiëren, doe ik dat graag onder de koffie. Maar voorzitter, er zijn bij ons signalen binnengekomen dat een aantal gegradigden een soort houtskoolschets ingeleverd hebben van hoe zij daar een woning willen bouwen en dat zij interesse hebben in een bouwkavel. En die zijn op voorhand al afgewezen. Wij zouden graag willen horen, dan wel zien, van hoeveel mensen er geïnteresseerd zijn, hoeveel inwoners er een houtskoolschets hebben ingeleverd en hoeveel daarvan zijn afgewezen. Voorzitter, ik ga ervan uit dat u dan de Vlierlanden, dat de heer De Jonge de Vlierlanden bedoelt. Er zijn 40 geïnteresseerden die een optie hebben genomen. Het aantal houtskoolschetsen weet ik niet, dat zal ik nalaten vragen. Maar er is wel een plan met minimale eisen waaraan men moet voldoen. Voldoet men niet aan die minimale eisen, dan gaat men dus niet verder. En we hebben een heel woonteam om de mensen daarin te begeleiden, waarin dus ook architecten zitten en het overzicht zitten, om te bepalen of men aan die basale eisen die er gesteld worden voor Vlierlanden voldoet, ja of nee. Maar ik laat u uitzoeken hoeveel mensen zijn afgewezen op basis van de eerste schets. Mevrouw Lagas, over de retail en nog iets. Retail deal. Ja, vanochtend in de Stentor trof mij een artikel over het feit dat Hardenberg meedoet met een dertigtal gemeenten in een retail deal met minister Kamp over centrumontwikkeling. En dat gaat dan uit van het feit dat er onderzoek gedaan wordt voor de vitaliteit van de centra. En verdorie, daar horen wij ook bij. Waarom staan we er niet tussen? Dat was eigenlijk mijn vraag. Want wij zijn ook met zo'n onderzoek bezig. En ik heb niet onderzocht wat het nou brengt, hoor. Het kan misschien wel helemaal niks brengen, alleen maar last. Maar het viel me wel op dat we, zeker aangestuurd vanuit dezelfde BOH, waarom wij niet in dat lijstje staan waar Meppel en Steenwijk bijvoorbeeld ook in staan. Voorzitter, de burgemeester en ik hebben even overleg gehad over wie nou verantwoordelijk is hiervoor en we weten het niet. Zoals we ook niet wisten dat deze deal aanstaande zou zijn. Gezien de minister die getekend heeft en de burgemeester van de buurgemeente, weet ik niet of het alleen in VVD-kringen bekend was geweest. Dan hebben ze ons wat laat. Niet meegedaan, hè? Dan hebben ze ons wat laat geïnformeerd. Ik zal nalaten vragen waarom wij niet geïnformeerd zijn over de deal. Maar misschien heeft het te maken met een bepaalde aard en schaal van de gemeenten. Wij hebben wel onze eigen retail deal, althans, we zijn daar hard mee aan het werk. We hebben afgelopen dinsdag een bijeenkomst gehad om de eerste uitkomsten van de onderzoeken met de middenstanders te bespreken. En daarin is inderdaad van, wat ga je doen om je centrum te verstevigen ten aanzien van die panden die leeg staan, is daar een van de items van. En we zullen u
volgende week daarover informeren wat de uitkomsten zijn in grote lijnen. En er zal ook een beeld geschetst worden hoe wij dat voor Ommen gaan aanpakken. Dan sluit ik bij deze de commissievergadering en we gaan over 5 à 10 minuten verder.